Normaal zou dat nu moeten aan het opnemen. Dus, wat ik eigenlijk even wilde aanhalen is, Ableton heeft wel een redelijk intelligente, maar ook soms een beetje een ambetante mapstructuur. Ja, stel je voor dat hij gisteren, vorige week hier iets gemaakt heeft, en je dacht van, ah, dat is super, ik zou dat graag meenemen, en bij mijn maat verder aan werken, ja, of bij je thuis verder aan werken ofzo, dan moeten we wel een paar dingen in acht nemen. Want Ableton is handig op dat gebied, maar heeft ook wel wat ambetantigheden dat ik zelf ook niet zo content mee ben. Maar als je hier deze map les 3 een keer open doet, dan ga je zien dat er eigenlijk verschillende files in zitten. Je hebt hier sowieso de les3.als. En wat is dat eigenlijk? Dat is die effectieve Ableton live sessie. Ja, dat is eigenlijk waar alle informatie zit, wat dat je aan het doen zit met dat programma. Je hebt hier dan nog wat info dat je hier eventueel kunt in open doen, maar daar moet je voorlopig niks van aantrekken. En dan heb je hier vooral ook de map samples. En in die map samples zit eigenlijk alles waar dat je voor dat nummer mee bezig bent geweest. En je voelt mij al aankomen misschien, als je in die map niet bepaalde files hebt gezet dat je van ergens anders gekregen hebt of van het internet hebt gehaald, dat dus in je downloadmap zit enzovoort. Als je dat niet in de juiste map hebt gezwierd, en je gaat naar huis en je pakt diezelfde map dat je hier zou gekopieerd hebben, dan hadden die file niet mee hebben. Ja? Want Ableton zoekt erachter, zegt, ja, maar dat staat in die downloadmap, maar dat staat natuurlijk hier in die downloadmap. Ja? Dus Ableton zoekt alleen maar in zijn map waar dat geen aan het werken zit. Dus stel je voor dat je straks een file zegt, ah, ik vind het nog wat tof, en je hebt iets afgehaald van het internet, dan is het eigenlijk het beste dat je die file dat je afgehaald hebt van het internet, vanuit je downloadmap, sleept naar de map samples en dan bijvoorbeeld naar de map imported. Ja? Dan zijn we heel zeker, als je dat mapje, hier les 3, dus deze map, meeneemt naar huis, dat je alles mee hebt. Ja? Dat is dikke miserie als je dat niet hebt. Een van de grootste fouten dat mijn leerlingen van het middelbaar, na van de keren dienen ze iets in en na van de files hebben ze niet mee. Ja? Maar dat is voor mij op zich niet zo erg, maar als je naar een studio gaat en je wilt dat daar gaan afwerken, of je wilt dat bij je thuis of ergens anders, dan is dat wel echt miserie. Dan kun je daar heel veel werk al in gestoken en je hebt daar eigenlijk de helft niet mee. Heel frustrerend. Ja? Dus daar goed op over nadenken. Als je dingen extra erin steekt, zorg ervoor dat dat erin zit. Nu, Ableton heeft wel één chique functie daarvoor. Er zit hier een functie in waar je kunt zeggen van, kijk, collect all and save. Ja? En dan gaat hem eigenlijk alle files die dat hem van her en daar op je computer gevonden heeft, of gelijk van waar, dat hem allemaal zeggen, kom aan, we zwieren dat allemaal in die map les 3. Ja? Nu, maar dat is natuurlijk het nadeel, als je veel files hergebruikt, ja, dan wil dat wel zeggen dat hem die iedere keer gaat hersaven. Dus als je, een kick is nu nog wel maar heel klein, maar als je om een of andere reden een tof achtergrondgeluid hebt van in de woestijn bijvoorbeeld, van 10 minuten lang, en je gebruikt dat in iedere song, ja, dan is dat 10 keren 10 minuten. En dan begint je harde schijf natuurlijk wel met 3-dubbel, 4-dubbel tot 10-dubbele files te staan. En dat is dan ook weer niet nodig. Oplossing is er daar sowieso voor, als je maar zorgt dat die map waar dat die een woestijnklank zou instaan, dat die ook altijd mee geëxporteerd wordt. Ja? Dus Ableton snapt wel dat hem ergens anders moet gaan kijken, maar hoe opletten als je ermee naar ergens anders wilt gaan, dat dat ook gebeurt. Ja? Dat wilde ik wel even aanhouden, maar misschien zijn er straks die dat iets tof, want vandaag gaan we wel wat dingen echt proberen te maken. Als je dat wilt meepakken naar huis, dat je dat toch correct. Ja, tuurlijk. Jij moet zelf die map aanmaken. Ja? Het makkelijkste is dat je zelf die map aanmaakt en dat je dan in die map je nieuw project begint. Ja? Dus dat je niet zomaar ergens in het wilde weg begint, want dan gaat, als ik dat hier nu eventjes ga gaan doen, en ik maak een nieuwe live set, ik ga deze niet saven, ja? En ik wil dat saven, save live set as, dan kan ik dat bijvoorbeeld, ik wil dat hier even bij mij zetten, hier ergens in mijn documenten. En ik noem dat les 2 track. Welke datum zijn we vandaag? De 24ste, zo zeker. Maakt op zich niet zoveel uit voor deze hier nu. Ja, dan heb ik dat gecreate. En als ik dat dan hier, ja, ben stom geweest, normaal kopieer ik dat track. Dat is wel rapper. Als ik dan hier normaal ga gaan kijken. En nu moet ik weer al denken waar ik hem gezwierd had. In de map documenten. Ja, dan zie je dat hem daar direct een Ableton-project van gemaakt heeft. Het zit daar nog niet veel in. Wel, die info zit er al in. En die les2.als.
En van alles dat ik dit hier nu ga doen, ik ga hier een keer een sampletje inzwieren. Ja, en ik save dat. En dan ga je zien dat hij normaal gezien nu nog niks gedaan heeft. Ja? Als ik nu ga zeggen aan mijn Ableton van collect all en save, dat wil zeggen, zwiert dat allemaal maar in die map les 2. Dan zegt hij, alle die dingen vink ik, laat ik even aangevinkt. En als ik nu ga gaan kijken in die map, dan zie je dat er een map bijgekomen is, samples. En die sample is geïmporteerd. En welke was dat? Wij hadden die GB... niet veel goed te spelen, maar... Ja, ik weet nog niet waar dat nu wilt spelen, maar in ieder geval... Het is die file, want die noemt hier exact hetzelfde, die 7GB. Dus dan heb ik wel die files allemaal mee. Ja? Maar als je natuurlijk op je eigen computer bezig bent, hoef je dat niet allemaal in die mappen te steken. Maar als je denkt, van, ik ga het meenemen naar iets anders naartoe, dan moet je denken aan die collect all and save knop. Ja? Want Ableton snapt wel dat deze file misschien wel ergens anders ook staat. Ja? Goed. Welke file mogen we een keer open doen? Dat is eigenlijk een beetje een uitloper van die vorige les. Ik wil nog twee dingetjes uitleggen rond dat exporteren. Wat hebben we gedaan? Waar is mijn mapje hier? Oei. Dus in de map lesstof, Ableton cursus. De meeste hebben dat normaal aan de rechterkant ergens gezwierd, dacht ik. En dan gaan we naar de map les 3. En daar heb je een voorbeeld dat je een keer mocht openen. Ja. Anders ligt er bijna geen bij. De oefening dat we nu eventjes gaan doen, dat gaat niet te lang duren, is eigenlijk een oefening die dat ervoor zorgt dat we de file dat je bijvoorbeeld geïmporteerd hebt, uiteraard kun je altijd gewoon een loopje gaan downloaden en je begint er gewoon aan. Hè? Deze, dat noemt hier de oude loop. Ik ga hier eventjes laten spelen. Dat is nu wel iets, weer redelijk iets dance gericht. Ja? Dus gewoon een loopje. Je zou dat rechtstreeks kunnen gebruiken, maar natuurlijk, dat loopje staat misschien ergens ook op dit wereldwijde web en zijn er al 20.000 hits gemaakt met dat loopje. Het is misschien logischer dat je dat probeert een beetje te herknippen en dat dat eigenlijk iets wordt dat jij al meer uw smaak vindt. Ja? Hij zelf heeft hier een voorbeeldje gegeven waar je kunt daarvan maken. Ja? Okay. Ja, dat heeft hij ervan gemaakt. En, wat dat hem dan op het einde, en dat hij daar gaat de les eigenlijk over, heeft hij de loop dan ook volledig terug gegenereerd, dat dat eigenlijk één one-shot loop wordt. Wat is mijn bedoeling voor vandaag? Ik zou graag hebben dat gestart vanaf deze oude loop. Ja, vanaf deze. En dat je eigenlijk een keer wat begint te knippen en te plakken. En hoe kun je dat doen? Bijvoorbeeld gewoon door dit hier te selecteren. Ik vind het makkelijkste, want dat is mijn... manier van werken is dat je dat hier vastgrijpt en dat eigenlijk een beetje naar boven doet en dan maakt hem dat sowieso direct, dat misschien een beetje groter zijn. En dat hier mag hier even weg. Ja. Dus als ik dit hier vastgrijp, kan ik hier Command E doen. Ja. En dan gaat hem daarin knippen. Je ziet wel heel duidelijk dat kleine driehoekje moet er wel effectief zijn. Ja. Als ik hier beneden knip, ja, dat maakt op zich nog niet uit. Ja, dat is met Ableton 10. Ik ben al redelijk veel met 10 bezig. Het is dat wat anders. Daar is de bovenkant trouwens voor alle duidelijkheid. Dat is een stereoclip. Ja? Dus in deze clip, als je daar naar kijkt, zie je dat er informatie links is en informatie rechts. Het zit daar niet veel verschil in, maar het zit daar wel een klein beetje verschil in. Het kan zijn dat de hi-hat een beetje meer links zit en de snare een beetje meer rechts, bijvoorbeeld. Dat ziet er zo uit. Een monoclip is eigenlijk alleen maar die in de bovenkant dat je ziet. Alleen maar dat bovenste gedeelte. Ja? Dus het is een stereoclip. Maar in Ableton, gelukkig, hoefde dat niet links en rechts apart te knippen. Je knipt gewoon in de stereo. Dus oftewel, klikt hierop en dan wordt dat hier oranje. En dan kun je appeltje E doen. Oftewel, doet je dit hier.
Ja, ik selecteer dat. Je houdt, je moet nu normaal, ik doe nu niks, ik ben niet aan het doen. En dan had je gewoon hier, oh, sorry, in het gele. Ja, en ik ga hier gaan staan en ik sleep dat precies naar een volgende kanaal en dan gaat hem dat gaan splitten. Allee, echt op de twee plaatsen gaan splitsen. Nu, het voordeel is, die loop is al gewarpt geweest. Ja, die loop is voorbereid geweest. Jullie hebben dat nu gewoon geopend. Dus veel gedoe heb je niet voor het correct te zetten. Als je dat zelf nog moet warpen, dat is voor de les van volgende week, dan zou dat wel kunnen zijn dat dat helemaal niet zo tof is. Als ik dit hier nu apart loop, en loopen is, dus dat geel is command L, ja, je kunt dat ook wel anders, zie je, dan gaat hem daar eigenlijk zelf een loopje voor maken. En dan kun je dat een keer laten. Ja, maar wat hoort hier direct? Dat dat wel redelijk correct is. Ja, dat loopen is wel redelijk goed direct gedaan. Dus moest hier een kliktrok op zetten. Ja, dat klinkt direct. Ja, en wat is nu de bedoeling? Is dat je daar dus een paar van die knipjes in doet. Wat mij betreft moet je dat hier allemaal deleten. Je hoeft dat niet te houden. En je begint een keer te slepen en je kijkt een keer hoe kan ik nu mijn eigen beat samenstellen. Bijvoorbeeld, slepen is makkelijk. Je duwt op Option en je sleept dat gewoon en je pakt dat vast. Ja? Dus slepen. Op Option duwen en kunnen slepen. En uiteraard ook, heb je hier ook de functie appeltje D, dat is duplicaten. Ik ben dat nu aan het duplicaten. Appeltje C en appeltje V, zoals in Word, van kopiëren en plakken, dat is hier juist hetzelfde verhaal. Dus als ik nu een keer laat... Ja, dat is nu een loopje dat ik eigenlijk anders... Dat er nu anders klinkt. Ja? Ik wil gewoon twee dingen even laten horen, subiet. Dat is de bedoeling. Mogen een keer uw eigen loop gaan aanpassen. Ja. Ja. Als je hier een klank hebt, eerst en vooral luisteren dat je met een kliptrek klank hebt. Ja?
Als je daar ook geen klank hebt, dan is er daar inderdaad iets mis. Ook geen sound? Ja, de basis van de soundtechniek. Steek je mijn koptelefoon in. Pas op dat je nu niet doof wordt. Wie was dit? Waar de vraag? Ja, nee, maar goed. Nee, maar dus het kan maar niet. Ja, we moeten het eerst maken, want anders wilt hem dan niet anders blijft, dan vuil hem niet in een groot stuk muziek. En nu versleept hij. Trouwens, dat is non-destructief, hé. Hetgeen dat je op Ableton doet, dat is heel plezant. Als je dus zo een klein file verzet hebt, naar verder, dan kun je dat terug zo groot maken, dan kun je terug die in een loop helemaal maken zoals het normaal is. Ja? Ja, ja, maar... Ik had juist hetzelfde. Dat ik die loop niet kleiner kan maken, maar ik heb het gevoel dat die Mollander dat ingesteld heeft. Maar ik ga dat moeten opzoeken wat hij dat gedaan heeft.
Ja. Je kunt het wel, hè, maar het heeft te maken met het... wacht, hé. Nee. Ik weet dat Ableton wel zo slim is met het inzoomen. Ja, door in te zoomen, dat hem daar wel rekening mee houdt hoe diep dat moet gaan. Maar ik ben natuurlijk wel redelijk uitgezoomd nu in mijn algemeen beeld. Ik ga nog een keer verder zoeken. Ja, op de forum zeggen ze ook dat je niet kleiner kunt. Ik vind het raar, hè, maar... Dan een vierde van een bar. Nee, want dat is eigenlijk een vierde van een maat. Ik verstaat wat niet, maar ik dacht dat eigenlijk wel kon. Ik ga misschien nog een keer iets tof laten zien. Ja, stel je voor, ik ga een keer deze hier eventjes kopiëren. Dat wordt wel van mij, is dat nu wel een hele saaie loop. Als ik die gewoon helemaal kopieer en, of vastschrijf dat die geel wordt en ik doe Command L, dan ga ik dat gewoon loopen. Ja, dat is wel een beetje te veel natuurlijk, nou, voor het goede te zijn. Ga ik het even zo doen. Nou, ik ga die laatste laten. Als ik dat nu doe, dan kun je eigenlijk... Ableton laten per loopje kan hij eigenlijk allerlei dingen doen. Als ik hierop klik, dan zie je dat beneden hier altijd dezelfde loop eigenlijk waar ik mee bezig ben. Ja? Als ik deze toch vastgrijp en ik zeg dat hij moet reversen, dat wil zeggen dat hij moet omdraaien, dan gaat hij zien dat hij in de laatste alleen maar gereversed wordt en al de rest blijft hetzelfde. Dus in deze blijft gewoon en in die laatste wordt gereversed. Je ziet eigenlijk dat hem volledig gereversed wordt. Ja? Maar we laten alleen maar dat klein stukje spelen. En gereversed, wat doet dat dan? Dat is zo'n typisch effect dat in dance zeker veel wordt gebruikt. Ja. Gewoon door hier op het knopje reverse te duwen. Dus je gaat hier zien dat als ik dat nu nog een keer doe, dan gaat hem dat terug reverse en dan wordt hem terug normaal. Je kunt een heel tof effect mee doen. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je met een vinyl omdraait. Hè. Ja. En dat kun je hier heel uitgebreid gaan doen. Dus hier beneden heb je dan een knopje REV. Je moet daar wel natuurlijk eens in de stap. Voor diegenen dat hun file beneden niet zien staan, ik heb dat bij sommigen zie ik dat nu niet staan, dat is omdat je eigenlijk altijd twee items hebt. Hier links van onder, rechts van onder, beter gezegd, kan ik hier ook op het voortje loop. En dan staat er hier Drop Audio Effects hier. Voorlopig hebben we daar nog niet over bezig geweest, dus van audio effects, dus er staat daar niks. Als ik hier met mijn muis op klik, dan kan ik daar terug aan. Ja? Dat zijn eigenlijk twee items dat je kunt bekijken beneden. Maar ik heb dat vorige week ook al aangehaald. Je hebt hier ook de functie Shift-Tab. Dus de tab is voor dit hier te doen. Shift-Tab is voor dat te doen. De functie voor tussen die twee onderste schermen te vergaan. Ja?
superhandig shortcut ook. Dat is een dat ik heel veel gebruik ook. Omdat ja, binnenkort gaan we met effecten leren werken en met allerlei andere dingen. En dan gaan we echt wel merken dat er hier voortdurend twee schermpjes te zien of nodig zijn per kanaal. Ja? En is dat handig dat je van het ene naar het andere direct kunt. Ik zie sommigen hier een beetje turen naar hun scherm. Ja, ik ga dat ook nog een keer tonen. Je kunt dat dus inzoomen. Hè? Dus bij Ableton, bij Live Preferences, kan ik hier zeggen dat mijn display moet gezoomd zijn. En dan wordt alles wat groter. En ook alles veel kleiner als je dat wilt. Maar dat kan soms echt wel handig zijn. Ik vind dat een super functie in Ableton dat dat op zo'n goede manier marcheert. Vooral omdat hij eigenlijk zijn resolutie echt wel schoon bewaart. Hij rendert eigenlijk real-time dat gezoom. Dus dat vind ik wel handig. Nee, want ik zou je niet zo maar kijken, maar dat gaat alleen. En dan kunnen we daar rustig nog een klein beetje groter zetten. Tot dat gevoel, dat ook niet, dat vind ik eigenlijk wel makkelijk weg te doen. En dat verschilt, maar wat is dan? Kom dan. Ja, dus dat verslepen, dus eigenlijk hetzelfde dat je het woord, dus dat ik zo heb, zo'n verwacht krijg, dan kleurt het ofzo. Ik kan dat gewoon zo vastpakken, maar dan kan ik het verzetten. Maar ik kan ook zeggen, dat ik het probleem heb, dat ik het verslepen heb, dat ik het verslepen heb, dat ik het gewoon zeggen, dat ik het gewoon vast heb, dat ik het verslepen heb, dat ik het verslepen heb. Maar dan kopieert het me wel op die dat erachter staat. Ja, dus ik zeg, als ik het heel zot doe, dan doe ik het kopieer, ook zeggen dat ik dat kopieer, dat moet je zien. En als je dat naar hier gaat, in die plaats wil ik dat je dat daar ik denk dat iedereen wel voelt dat het wel handig is als je shortcuts een beetje kent. Hè. Je kunt uiteraard al die dingen dat ik nu zeg, kun je gerust doen vanuit je menu ook. Als je naar edit gaat, dan kun je in edit al die functies vinden. Kopiëren, dupliceren, slepen, al die functies zitten er allemaal in. Maar het is toch niet slecht dat je een paar van die shortcuts direct kent. Trouwens, in alle software houdt waard het gebruik van zo'n shortcuts. Als je dat in Word niet gebruikt, dan zit het een aantal zo lang bezig. Ja, ik zie er hier ook al sommigen met de transpose-knop werken. Je kunt ook toffe dingen mee doen, hè? Als ik dat hier laat spelen. En ik ga hier en ik transpose dat. En dan heb ik hier ineens 12 halve tonen bij, dat wil zeggen een octaaf erbij. En op dat moment gaat deze file, dus die in een derde, die dat hier nu in het geel staat, 12 naar boven gespeeld worden. Ja. Ik wil hier ook zeggen van deze vind ik eigenlijk toffer als die heel wat luider staat. Dat gaat misschien overdreven zijn. Ja, dan heb ik alleen maar dat file een beetje luider gezet. Ja, hebben we iets gemaakt? Ik wil een paar dingetjes nog tonen en dan gaan we naar de volgende les. Een loopen? Wat bedoel je met een loopen? Dit hier? Afzet.
En hier kunnen ook loopen, maar dan is dat eigenlijk het... het... Hier kunnen de loop afzetten, hier links en rechts van boven. Als jij dat nu afzet... Dan gaat hem gewoon doorspelen. Ja? Ah ja, maar hij heeft iets gedaan. Moet ik nog iemand vragen? Of, nee? Maak even jullie aandacht nog een keer. Ja, we hebben nu iets gemaakt. Er zijn nog twee dingen dat ik hier echt wel wil over vertellen. Want Ableton is super voor mijn audio echt zo ja, real-time te stretchen. En dat is eigenlijk precies plasticine die in audio. Je kunt daarmee doen wat je wilt. Dat is heel plezant. Maar eigenlijk de typische knipbeweging en de typische normalizen dat je in Pro Tools, Wavelab, Cubase, al die grotere, die typische programma's kunt doen, kunt die niet. Dat is eigenlijk heel spijtig dat het gewoon de functie normalizen, kunt die niet. Maar je kunt dat wel doen door hier op het knopje edit te duwen. En wat gaat hem dan doen? Het kan zijn dat het bij jullie niks doet, dat weet je nog niet. Maar hij gaat dan eigenlijk een ander softwarepakket open doen dat jij zelf gekozen hebt dat hij moet open doen. Het meest logische daarvan is een typisch masteringprogramma, zoals Wavelab, of wat is dat nog? Noemt dat dan weer het ander? Ja, het er zo'n paar typische stereo-programma's voor alleen maar stereo-files goed te bewerken. Als ik hier nu op edit duw, dan gaat het normaal gezien, ja, het is niet geselecteerd, dus ik ga dat hier nog een keer moeten doen. Je kunt dat hier dus echt zeggen aan de computer, van kijk, als je je audio nog fijner wilt gaan editeren, dan opent je best een ander programma. En hier in mijn geval, ik ben er zelf fan van, is dat eigenlijk Wavelab. Wavelab LE9 is dat op dit moment. Dus als ik dat nu ga doen. Die sample is nu even offline. En normaal gezien gaat Wavelab ja, is aan het openen. En die dezelfde loop van daarjuist. Ja, die opent nu in een ander programma. En nu kan ik in dat programma bijvoorbeeld wel zeggen dat het stiller moet. Of echt heel nauwkeurige bewerkingen gaan doen in de audio. Maar dat is wel zo het enige nadeel in Ableton, dat je dat wel kunt, maar het is nogal omslachtig. Dat is met renderen en consolidaten en dan zijn we nog niet zeker dat het goed is. En hier in dat programma kunnen dat wel echt heel zeker zijn. Dat is dan weer het voordeel in Cubase, kunnen dat ook direct, omdat Cubase deze engine van Wavelab zit, standaard in Cubase, met Pro Tools juist hetzelfde. Ik wil dat even meegeven, omdat dat toch, voor degenen die misschien al wat gevorderder daarin zijn, dat is wel handig dat je wel kunt zeggen aan dit programma van kijk, opent... bijvoorbeeld Sony heeft ook zo SoundForge noemt dat zeker een programma voor stereofiles te bewerken. Ja. Wat heeft hij dan nu geopend en hoe heeft dat heel die sample? Ja, heel die sample geopend. Heel die sample geopend en dan kan ik daar eigenlijk zeggen dat hij daar iets moet mee gaan doen. En bijvoorbeeld hier in dit geval zou ik voor een keer iets doen dat je misschien direct ook hoort. Ik kan dat processen. Ik ga bijvoorbeeld het niveau een keer een hele hoop naar beneden trekken, of naar 0 dB, dat wil zeggen zo luid mogelijk, maar het is dan redelijk naar 0 dB, kan ik zeggen, min 30 dB. Apply, dus die gaat heel wat kleiner worden, ben nou niks niet meer. Ik sluit dat boeltje terug. Wacht, terug naar hier normaal gezien. Allee. Toch iets moeten doen aan die grote muis, want dat is een tand. Sluit dat boeltje weer en normaal gezien. Nee, dat valt dan toch tegen. Normaal zou dat moeten veel kleiner geweest zijn, maar ik heb hier waarschijnlijk iets verkeerd gedaan. Ah ja, nee. Het moet wel kleiner zijn, maar Ableton toont hem groter. Hij moet wel inderdaad minder luid. Ja, dat is wel zo. Dus hij is minder luid geworden en mijn file is nu ineens veel kleiner geworden. Ja? Maar het is wel het stukje dat je had geselecteerd. Ja. Dus dat stukje dat een paar keer gebruikt geweest is. En dat andere stuk waar ik mee gereversed heb en zo, dat heeft hem niet gedaan. Je kunt dat uiteraard... een duwen kunt je niet meer. Ja. Maar op zich kun je natuurlijk terug open doen en terug het volume... We gaan normalizen naar 0 dB. En dan is hem terug groot. Ja. Nu, wat was de hoofdzaak van dit? Eigenlijk dat echt die Ableton als plasticine, dat is echt plasticine. Dat is heel plezant. Je kunt er heel toffe dingen mee gaan doen.
Als je hier een keer heel, heel diep gaat gaan infaden trouwens, dat was hetgeen dat met u, ik ben nu al uw naam vergeten, dus straks aan de toog, Patricia, dat hij eigenlijk automatisch ook heel schoon fade-ins en fade-outs maakt. Als je dat niet doet, dan kunnen ze van die digitale klikjes krijgen. Digitale klikjes zijn heel ambetant voor vooral voor eindproducten. Hè. Als je dat opstuurt en het zit vol met digitale kliks, dan gaat de mastergast echt niet content zijn, want die moet dat allemaal zitten wegtekenen. Je moet daar heel boos voor zijn. En ook digitale kliks zijn eigenlijk allemaal op 0 dB direct. Dus dat is, als je een digitale klik hebt, kan zijn dat je dat bijna amper hoort, maar dat geeft wel direct het luidste dat je eigenlijk kunt hebben. Dus dat is eigenlijk echt dikke miserie als je dat hebt. En gelukkig, hier in Ableton zit dat er eigenlijk standaard in, dat hem het aller einde uitfade en het allerbegin terug infade. Je kunt dat gaan bekijken door Show Fades, dus shortcut. En dan zie je dat hem eigenlijk voor mijzelf dat schoon naar beneden heeft gedaan en terug naar boven heeft gedaan. Ja? Dat is wel een functie die super handig is. In Cubase, denk met de 9.5 niet meer. Maar vroeger moesten ze met Cubase allemaal selecteren en dan moesten ze heel fijn een fade-out en een fade-in zelf doen. Zelf. Dat was toch soms wel een gedoe. Nu is dat hier in de Ableton zit dat er standaard in. Dat is heel plezant. Nu, wat ik vooral nu wil tonen is, je hebt hier nu twee manieren voor dat eigenlijk te gaan maken als een nieuwe loop van 1 bar lang. Van 4 tot en met 5 wil zeggen 1 bar lang. Het eerste dat je kunt doen, is dat gewoon allemaal selecteren. En je zegt die rechtermuisknop, of appeltje J, consolidate. En wat gaat hem doen? Hij gaat dat helemaal terug als een nieuwe file aanzien. Dus mijn twee pauzes dat ik daar had, zonder iets, heeft hem gewoon nu als een blank dinges gebruikt. Ja? Ik wil eerst keer nog iets laten horen. Stel je voor dat ik deze loop tof vind. En ik zwier hier vlug een keer een of ander effect op. Autofilter, dat is maar gewoon voor het voorbeeld. Dat is iets, ja, trekt op niet veel. Ik kan misschien een ander pakken voor het schoon een beetje. Ja, daar zit nu een effectje op. Als ik dit hier wil hebben, dat hij dat effect meepakt en ik doe hier terug die appeltje J, dan gaat hij dat niet meegepakt hebben, dat effect. Dan hadden we dan gehoord het wel nog, maar als ik het hier terug afzet, dat effect, dan heb ik het niet. Ja? Als je toch zou willen dat je dat hebt, dat effect mee te horen is, dan moet je eigenlijk dit hier effectief ook terug gaan exporteren. En dan kun je perfect zijn van, kijk, van hier tot hier. Export audio video, zoals dat we vorige keer elke keer even gedaan hebben. Ik ga dat later nog wel uitleggen wat ik nu allemaal doe. We gaan dat even exporteren. Op die juiste plaats, liefst waar we aan het werken zijn. Ja. En als ik nu die in een file zou openen. Ik kan hier even een folder toevoegen. Hè. Ja. Dan kan ik er direct aan. Hier, die les 2 track van vandaag. En dan zie je hier. Hoorde? Dat is direct met dat effect daar al opgebrand als het ware. Dus ik heb hier nu op dit moment 2 loops. Ik heb de oude loop streepje 1 met zonder het effect. En ik heb hier een tweede loop van, die noemt les 3, nieuwe voorbeeld. Ja. En dat is de file met die filter daar al op. Dus er zijn twee manieren hoe dat je nu die een zelfgemaakte loop, die dat je zelf geknipt en geplakt hebt, kunt gaan exporteren. Zij het zonder effect of zij het met effect. Consolidate was... Dat is dit hier. Hetgeen dat ik kan misschien een keer... Ja, dat was degene niet geconsolideerd. Ik grijp hem dus vast van hier tot hier. Ik doe dat met shift. Ja, shift ingedrukt tot daar. En dan doe ik rechtermuisknop. Rechtermuisknop is in mijn geval control. Maar bij sommigen van jullie zit hem effectief in de muis al. En dan zie je hier het woordje consolideerd. Ja? Maar dan kan het zijn dat je niet het juist kan selecteren. Ja, iedere plaats op die neemt komt heeft zijn functie. Dus als je er niet aan kunt, is het iets verkeerd geselecteerd. Ja? Is dat wat duidelijk? Dat is eigenlijk in hoofdzaak wat dat audio kan doen voor u. Ja? Dat is heel, heel uitgebreid. We hebben nog niet over effecten en over equalizers nog bezig geweest, maar hoe plasticinig geweest dat die audio eigenlijk is, zonder dat je veel gedoe hebt. Ik kan u verzekeren, in de jaren, eind jaren 80 doet dat die
soorten software op de markt kwam, was dat een heel gedoe. Hetgeen dat wij nu doen, dat ging zelf bijna niet. Ja? Dus dat is echt wel dankzij de computers die dat sterker worden en de softwaremakers uiteraard, dat dat nu precies een fluitje van een cent is. Maar ik heb nog echt nog meegemaakt dat dat een heel gedoe was voor dat loopje opnieuw een nieuwe loop van te maken. Ja? Met samplers en met koeien en allemaal. Maar nu is dat ja, iets van iets. Dat is wel heel plezant. Goed, volgende les. Of volgende stukje. Ik zou wel willen vertellen over de MIDI en de impuls. Ja? MIDI in het algemeen, weet iedereen wat dat is? Dat is misschien wel een heel belangrijke. Wie weet er dan niet? Hij moet er niet over schaamd zijn. We zitten hier in de beginnerscursus. Maar iedereen weet dat. Handig. MIDI is echt het inspelen met die witte en die zwarte toetsen. Of het inspelen met zo'n toestel. Of het inspelen... Of het inspelen met bewegingen. Als er een sensor op mij staat, dat zijn eigenlijk allemaal informaties die dat... Ik noem dat een beetje de afstandsbediening van de muziek. Ja? We kunnen eigenlijk gewoon toestellen met elkaar laten communiceren. Dat is eigenlijk het handige eraan. En MIDI, we hebben er juist heel de tijd in audio gewerkt. MIDI, die ziet er niet zo uit. Ja, dat is toch ook een belangrijke voor te weten. Ik heb hier te veel gezoomd, ik kan er niet aan. Als we hier MIDI een keer willen gaan bekijken, is dat nog altijd, dat is nog niet meer zo duidelijk voor jullie waarschijnlijk. Even kijken, dat ik een beetje, tot wanneer ik hem kwijt ben. Als we hier een keer een MIDI-track aanmaken, ja, een MIDI-track aanmaken, we zullen misschien even hierin werken, we zullen een nieuwe file doen, dat mocht hij een ander ding eens wegsmijten. Je hoeft dat zelf niet te saven wat mij betreft. En we maken een nieuwe. Je mocht die dingetjes nog afzetten. Jullie hebben altijd weer zo'n schermje staan, dat heb je niet nodig. Ah ja. Dus je hoeft het niet te saven. En je maakt gewoon een nieuwe live set. Nieuwe live set. Die ziet er denk ik bij jullie wel anders uit dan bij mij, omdat ik er zelf een keer een template van gemaakt heb, omdat ik dat vorige keer getoond heb, dacht ik. Hoe dat je dat deed, die templates. Dat zou ik doen, want jullie hebben twee van elk, dacht ik, twee midi's en twee audio's, als ik me niet vergis. MIDI, wat is dat? Dat is dus dat inkloppen met een toestel. Je hebt hier in Ableton, als je naar de linkerkant gaat gaan kijken, dan zie je... Dan zie je dat je hier verschillende dingen hebt, waaronder drums... Heel handig, gaan we straks iets mee doen. Instrumenten, effecten, MIDI-effecten. Ik heb hier dan nog Max for Live. Bij de meeste staat dat er ook in, maar bij een deel ook niet, heb ik ontdekt. Plugins, clips en samples. Ja? MIDI en Ableton, alles wat er in Ableton mee wordt verkocht, als je dat koopt, dat programma, zijn eigenlijk allemaal instruments. Ja? Dat noemt Ableton instruments. Dus als wij met een instrument willen gaan spelen dat in Ableton zit... Ja? Dan moeten wij hier gaan opstaan op deze functie instruments en dan kunnen wij gaan kiezen tussen verschillende dingen. We kunnen een drum rack openen, we kunnen een extern instrument gaan gebruiken, dus moesten wij een echte Moog synthesizer of een of ander zot beest hebben, dan kunnen we dat op een of andere manier makkelijk koppelen met Ableton. Dat hoeft niet altijd via dit hier, maar dat is wel handig. We hebben een impuls, gaan we nu subiet als allereerste mee werken. We hebben een instrument racks, dat zijn een hele hoop instrumenten die je bij elkaar steekt in één groot instrument. Zijn er toetsenisten onder jullie? Misschien nog met een JV3080 ooit gewerkt. Dat is zo'n apparaat waar er massas veel klanken in zitten. Je moet het een beetje vergelijken met dat. Dat is eigenlijk een rack. Daar kun je een viool en een koor en nog dit en nog dat allemaal insteken. En je kunt daar eigenlijk in één keer mee gaan spelen. Dat zijn echt zo'n totaal... Een alle haartje van instrumenten met effecten enzovoort. En dan heb je de simpler. En dat zijn eigenlijk de vijf instrumenten dat Ableton zelf voorziet. Met de simpler gaan we vandaag werken en met een impuls gaan we ook vandaag zeker al werken. Ik zou willen beginnen met een impuls. Ik ga misschien eerst een paar dingen uitleggen en dan is het zeker aan jullie voor te experimenteren. Als je gewoon een instrument neemt en waar ik nu sta en je versleept dit, dat is een MIDI-instrument, dus je sleept dat naar hier, gaat hem zeggen, kan niet. Je zegt aan, want dit kan niet. Als je het naar hier sleept, wel. Als je het naar hier sleept, naar een lege plaats, gaat hem daar zelf hetgene mee doen dat hij moet mee doen. Dus als je dat hier probeert te droppen, had je dat niet kunnen. Frustreert u niet. Het is geen MIDI. Het is geen audio. Het is MIDI. Ik ga hem even naar hier slepen. En dan zie je dat hij daar direct audio, 5 impuls van maakt.
En hieronder zie je dan hoe dat eruit ziet. Kan ik dat groter zetten? Ja, ik ga toch even kijken. Ik denk dat dat misschien wel een beetje. Ik heb het proberen uit te draaien. Dat moet ik alles uit doen? Is dat niet. Een discobal hebben. Maar ja, het moet zijn dat dat wat anders is. Want dat, is wat, dat wordt misschien wel veilig voor sommigen, maar het is mij gelijk. Hier links heb je dus een browser. En als je dus die impuls neemt en versleept hem er gewoon in, dan zie je hier onderaan dat er daar eigenlijk niks in zit. Dat zijn 8 plaatsjes waar we klanken kunnen insteken. Kunt u nu afvragen, ja, wat is dat nu van nut? We hebben er juist ook klanken gepakt en we hebben er ook van alles mee kunnen doen. Maar als je biedt wat merken waar dat het leuke is van dat eigenlijk in een impuls te steken. Impuls wil zeggen dat je er eigenlijk maar 1 klankje per kotje kunt uithalen. Ja? Als ik dat hier juist gedaan heb, dan noemt hij dat impuls. Maar Ableton heeft hier gelukkig een hele hoop dingen voor ons gemaakt. Als ik hier bijvoorbeeld een typische 8 onder en 8 pak. Hij laat al horen wat dat de klank is, al superhandig. Je kunt al een keer luisteren, van, vind ik het tof die klank, of vind ik toch dat hier te toffer? Of dat hier? Of dat? Je kunt het zelf al even gaan beluisteren, dat was hetgeen dat hij daar had. Wat is uw naam nu weer? Van u? Ja. De andere meisje of vrouw? Ja. Anneleen. Hij er juist vroeg Anneleen, van, ja, dat was zo leuk met thuis, hoe komt dat? Omdat deze knop vol een bak bij haar stond. Die knop is eigenlijk de voorbeluisteringsknop. Dus als ik dat stiller zet, en ik duw nog een keer op datzelfde. Ja, dat is al heel wat stiller, die voorbeluistering. En als je natuurlijk vol een bak openzet, dan kan dat zijn, zoals Anneleen zei, dat ze doof werd bij haar thuis. Ja? Dus hier kun je dat stiller of luider zetten. Wilt je dat niet meer horen, zet het gewoon af. Ja? Het kan soms wel handig zijn dat je het niet hoort. Wat ik nu doe, als ik hier impuls of hier de dub delay een keer versleep, dat maakt het wel handig, dan ga je zien dat hij direct ook die naam direct aanpast. Dus hij noemt dat niet meer impuls, maar hij noemt dat dub delay. Dat is wel handig, zeker als je je eigen impulsjes aan het maken zit voor een bepaald nummer en of een bepaalde drumset dat je tof vindt, dan kun je dat direct hebben. En als ik dit hier nu gedaan heb, mogen we misschien wel een simpelere pakken even, omdat er hier weer al wat extra bij zit, dat we het nog niet van doen hebben. Want een keer die de 8 onder en 8 pakken, een typische... ja, iedereen kent de 8 onder en 8, veronderstel ik wel. Dat is eigenlijk deze drum, die dat ze van Roland... Ja, ze hebben dat nu opnieuw gemaakt, maar je hebt daar... dit is eigenlijk de originele 808. Kostte vroeger, dat was helemaal niet een euro, kostte 20.000 frank of zoiets, of 15.000 frank. Nu kost dat 3 à 4 dus euro voor een goeie. Ja? Dus dat is zo heel gewild bij dance producers, dat eigenlijk. Maar wat hebben ze gedaan van Ableton? Ze hebben gewoon gezegd, van, we gaan dat allemaal heel hoogwaardig sample en we gaan dat eigenlijk, je kunt hem gewoon opnieuw gebruiken. Het is nooit hetzelfde als de echte natuurlijk. De echte is echt een analoog toestel, dus dat hem vandaag niet verwoesting heeft, dan klinkt hem een beetje anders dan gisteren. En dat maakt het tikkels zo cool, dat dat zo speciaal klinkt. Ja, maar dat is een 8 onder een 8 en dat zit eigenlijk hierin. Ja? Als ik hier even laat spelen, zijn mijn verschillende klankjes. Ja? Maar als ik hier nu ergens op play duw, ja? Meer dan mijn kliktrack eventueel, heb ik niet. Er zit hier echt geen bal in, ik heb nog niets gemaakt. Als ik hier eventjes twee manieren kunt genoegen, allee, verschillende manieren kunt gaan inspelen, maar dan gewoon eerst een keer tekenen. Als ik hier op dubbel klik, dan maak ik van mijn eigen hier direct al een. Je hebt gezien, maar ik ga hem even terug wegdoen. Dus ik sta hierop en zie direct ook dat dat een bolletje wordt in plaats van een vierkantje. Dat wil zeggen dat ik hier real-time zou kunnen mee gaan opnemen. Als ik hierop klik, kan ik opnames doen. Ik speel nu niks, dus ik ga niks doen. Ik ga nu ook niks spelen voorlopig, dat is voor straks. Maar als ik hierop dubbel klik, ja, dan heb ik hier direct al, nu kan ik iets mee gaan doen. En wat kunt u daar nu mee gaan doen? Dat is hier één maat, eerste maat, of eerste eerste tel, tweede tel, derde tel, vierde tel. Dus als ik dat even laat gelopen horen. Ja, hij is nu aan het lopen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hoort de kliktrack. Maar ik hoor nog niks. Wil ik nu graag deze klank die een kick horen op een bepaalde plaats, dan moet ik die gaan tekenen.
Ik kan nu niet tekenen, waarom niet? Omdat ik mijn potlood nog niet vast heb. Je kunt hier met alles en nogal mee gaan doen, maar nu echt tekenen kun je niet. Potloodje is hetgeen dat er hier staat, rechts van boven. Kun je zo aangaan, maar ook weer leert dat van buiten, de B. Ik heb het vorige keer al verteld, denk ik, de B van, ik weet niet, van pencil, zou ik zeggen, maar de B, en dan, ziet er daar, dan verschijnt er daar een potloodje. En als ik dat nu teken... Ja, en nu kan ik zo heel zot... Ja, en wat dat heel plezant is, is dat hem dat voor mij direct in een juiste timing gezet heeft. Ik heb willekeurig gedrukt en hij heeft dat direct correct gezet. Allee, correct, dat was misschien wat chaotisch, maar het zat wel schoon mee op de metronoom. Ik kan dat hier veranderen, hier beneden. Zie je die 1/16e? Als ik hier rechtermuisknop doe, kan ik bijvoorbeeld zeggen dat mijn grid maar een 1/4 mag zijn. En dan zie je direct wat gebeurt er met die lijnen. Ik heb nu alleen maar de kans om hierin te zetten, hierin te zetten, daarin of die andere. Dus ik moet niet proberen van hier nu tussenin iets te tekenen, dat gaat niet. Hij gaat hem sowieso daar steken. Dus als ik dat hier een keer zou tekenen, ook weer willekeurig, dan ga je horen dat hem daar alleen maar... Ja, heeft eigenlijk redelijk saaie dingen kunnen doen. Als ik dat heel uitgebreid zet, of zelf afzet, want dat is ook een functie, als ik dat heel uitgebreid zet op 32, dan heb je eigenlijk 32 plaatsjes op één maat waar je muziekjes kunt zetten. Als ik dat nu doe, gaat dat al iets heel... Ja, dat is al veel willekeuriger en al veel meer gatjes als het ware dat kunnen opgevuld zijn. Dat zijn hier 32 plaatjes op één maat dat hem iets kan zijn. En zet je dat af, ja, dan heb je... Oh, nee. Komt dat ik dan niet... Die dikke muis, ik was het al binnenkort met afzetten. Zet je dat af, ja, dan heb je niks meer en dan kun je eigenlijk overal gaan tekenen zonder quantize. En dan krijg je meestal iets dat al niet meer, of zoveel niet meer. Oh ja, dat kan soms heel tof zijn, maar soms kan dat echt wel lastig. Er zat nu natuurlijk nog heel veel informatie in van het vorige. Ik kan dat misschien even een keer wegdoen en nog een keer tekenen. Als ik nu willekeurig ga, dan had dat nooit zo correct zijn als dat bij dat vorige was. Dat doe ik. Ja, nu staat dat willekeurig, random, en meestal is dat al muzikaal niet, we gaan moeten daar zitten. Deze computer heeft het begeven, dus... Of heb jij je MacBook mee? Nee, want normaal is het daar... Of naast Gerwin, maar dan zit er wel echt in een hoekje daar, dat is niet zo tof. Ja, ik ga nog één ding laten zien en dan is dat jullie. Dus, die grid is van belang. Waar dat je dat allemaal juist zet. Hey, dus ik heb nu de grid hier afgezet, hier rechts van onder. Ik zal hem een keer terugzetten op 16e noten bijvoorbeeld. Dan heb je 16 plaatsjes voor iets te zetten. Daar kun je al een toffe groove mee maken. En nu gaan we hem wel eventjes tekenen. Dus dat is natuurlijk niet zo tof als dat je hem mocht spelen. Maar de spelen is voor subiet. Stel je voor dat je toch vindt, ja, maar ja, ik vind dat wel een toffe klank. Maar die ene klank vind ik niet goed. Dan kun je die gewoon ook allemaal afzetten. Dus hier blijf je met die klankjes zitten. Ja, dus die een kick. Je kunt die klanken eigenlijk hier, als je hier op dat file duwt, kun je die eigenlijk opnieuw inladen. Of zeggen van, oh, ik zou dat eigenlijk wel nog tof vinden. Moest dat bijvoorbeeld deze sample zijn. Kunt u die er gewoon gaan inslepen. En dan in plaats van die 808 kick, heb je een andere kick. En al de rest blijft wel nog 808 bijvoorbeeld. En zo kun je zelf eigenlijk je eigen... perfecte kleine drumstel, want er is nog een andere manier voor een groot drumstel te hebben, maar dan let je eigenlijk straks uit. Kun je eigenlijk een kleine drumstel gaan instellen. Kun je dan nog van alles gaan doen per file. Kunt u startpositie aanpassen, kunt transposen, kunt stretchen, kunt hier wat extra drive geven. He, wat extra distortion daar eigenlijk aan geven. Tim, dat is iets voor u. Met de dance dingen. De techno is dat echt, is dat heel veel waard, dat je zo wat steviger een techno kunt maken, gewoon een beetje drive en het is precies al de helft zo steviger muziek. Je kunt gaan filteren, je kunt je klank gaan korter en langer maken, daar ga ik straks op de cursus een keer iets van laten zien. Je kunt ook links en rechts, dus nu staat hem helemaal links, zit hem daar, ik moet mijn kabel kunnen omdraaien, en hem helemaal naar daar en dan zit hem omgekeerd, zit hem daar, ja. En je volume kunt aanpassen.
En dan dit is er ook een toffe. Je kunt hier ook je totaal drumstel gaan transposen. Dat is iets dat je veel in zeker in de hedendaagse muziek hoort, dat ze daar zo wat mee spelen. Dat eigenlijk je drumstel eerst gewoon is. En dan gaan ze dat ene toon gaan pitchen naar boven of naar beneden. En dan krijgt dat zo wat een andere sfeer ineens. Dat is soms heel weinig, maar dat geeft soms echt wel een sfeer. En zeker als je van toonaard verandert, kan dat soms goud waard zijn dat je drumstel ineens ook bijvoorbeeld een terts hoger klinkt. Niet met alles, maar met veel bovenklanken, hi-hats, snares, al die dingen, kan dat wel soms heel tof werken. En dan kun je bijvoorbeeld hier mee gaan doen. Ja? Dus, concreet, zou ik graag hebben dat jullie een keer een beatje maken. Het is straks de bedoeling dat we er wat meer maken, maar begin al een keer met een beat zelf te tekenen. En luister een keer naar iets dat je tof vindt. Denk ook aan tempo standaard, staat dat hier altijd op 120, dacht ik. Moet ik experimenteren met als je naar 70 gaat, of als je misschien naar 150 gaat. De B. Of gewoon B, hè? Gewoon B. Of hier nog kunnen we dat ook. Ja, dat wil ik niet. Dat is wel handig dat je die soort doet, want we houden veel aan en afzetten. Ja. Goeie opmerking. Of dat je ze apart kunt beluisteren, dat kun je zeker. Als ik hier naar Shift D, hier, je hebt hier eigenlijk drie dingetjes. Hier kan ik op play duwen, kan hierop zeggen dat ik die solo wil horen, en kan hierop zeggen dat ik hem niet wil horen. Nu staat hem op solo. Zie je, de S is hier aangevinkt. En nu staat hem op mute, de M is aangevinkt. Dat wil zeggen dat je hem niet gaat horen. Dus je kunt uw klankjes gerust helemaal afzonderlijk beluisteren.
En dus experimenteer een keer als je daar een ander klankje in steekt. Daar een keer een... Ja, dat is een algemene volume, algemene timing, om correct dat te krijgen, en dan de algemene transpose. En automation, voor de links-rechts trafficking, zoals hier bij de Ja, dat kunnen we wel gerust doen. Ja. Wordt dat geautomatiseerd zien? Dat een, ja, dat is wel links-rechts. Ja, op een file of op heel uw file? Maar ik bedoel op uw. Alleen maar op je tak van de netwerk of op je nee, alleen maar op die ja, dat kun
kunnen doen. Dat is iets dat we sowieso in de waarom staat dat bij mij in twee verschillende kleuren? Dat is een goede vraag. Dat is volumes. Ja, maar waarschijnlijk heb je dan een keer een prutst of zo. Maar dat is wel, ik ga dan nog een keer tonen aan iedereen. Maak eventjes jullie aandacht. Stefanie had hier juist een ding dat ze hier verschillende sterktes had in dat rood. Hey, bij mij is dat hier allemaal rood. Dat wil zeggen dat die eigenlijk allemaal even luid zijn ingespeeld. Ja? Je kunt die volumes eigenlijk nu ook gaan aanpassen van die dingen. Zie je? Als ik dat hier meer zet, dan wordt dit is een rode en dit is een gele. Je kunt eigenlijk je volumes gaan aanpassen. Naar uw eigen smaak. Hey, dan begint dat ook wat meer te leven. Hey. Als je een kick hier en daar een klein beetje stiller of luider zet en je snare juist hetzelfde, dan is dat niet de hele tijd zo statisch hetzelfde. Dan begint dat wat te werken. Ik raad u wel aan van dat niet over een loopje van één maat te doen, want dan wordt dat terug evenveel dezelfde eenheidsworst, hey, dat die variaties er zijn. Maar als je een MIDI file hebt van 16 maten lang en begint daar hier en daar wat in te tekenen in volumes, dan heb je dat als luisteraar niet meer door dat eigenlijk een loop is van zo lang. Maar met één maat op den duur heb je dat ook door. Van, ah, dat is een loopje, dat is hetzelfde. Nee. Als ik er hier nog een bij teken, dat is een goede opmerking. Ik teken er hier nog een bij, en hier. En dan moet ik deze gaan... Die zijn nu allemaal even luid, maar dan moet ik deze vastgrijpen. Ja, ik ken nu juist niet de goede... Dat is heel ambetant aan Ableton, maar vlak hier van voor heb ik daar last mee. Als ik deze nu vastgrijp, dan kan ik die in alleen aanpassen. Nogmaals, die muis is echt te groot voor deftig te werken. Ja, maar die was blauw en nu zijn die andere ook aangepast, want het zijn er twee in een keer. En als het niet goed lukt, dan is de truc, en dat heb ik ook nog gedaan, als je echt zegt van ik wil die juist hebben, verzet hem even, pas hem aan en zet hem terug op zijn plaats. Allee. Ja. Ik zal even een andere muis zoeken. Ja? Ik zal misschien subiet, ik denk dat iedereen zich wel al heeft kunnen amuseren met dit hier. Zullen we misschien even de cursus even diagonaal overlopen, om te zien dat ik niks ben vergeten. En dan misschien daarachter even pauzeren. Hè. Dus het wordt hier uitgelegd wat dat die MIDI is. Ja, het is niet de bedoeling dat je dat helemaal uit die cursus kunt, dat thuis op jullie gemak nog een keer bekijken. De impuls is eigenlijk het allerkleinste samplerke dat Ableton heeft. En uiteraard heeft dat als grote voordeel dat Ableton daar qua processorkracht voor je MacBook bijvoorbeeld niet zoveel macht, alleen niet zoveel kracht voor nodig heeft dan dat je met een instrument rack werkt. Ja? Hoe kleiner dat instrumentje is, hoe minder last dat hem daarmee heeft. Dus als je maar een klein drumstel of een paar van die drumstelkens gebruikt, kan een impuls wel een hele makkelijke zijn voor eigenlijk heel snel een goed drumstel te maken. Ja? Een drumrack is eigenlijk ook allemaal drumklankjes, maar dan kun je er veel meer gaan insteken. En het is ook een veel lastiger proces voor je computer. Dus als je een laptop hebt dat er zo net zo al op het randje bezig is met je file, kan dat wel helpen van eigenlijk je drumstel in een kleiner synthesizer, in een kleinere sampler te steken. Ja? Ja, een MIDI-track aanmaken kun je gewoon door hem te verslepen op iets leeg, zo'n impuls. Of Command-T is ook een... Shift-Command-T is een MIDI-track. Command-T is een audio-track dat je kunt gaan aanmaken. Dus als ik dat hier zou gaan doen en ik wil dat aanmaken, zie je dus hier ook de shortcuts. Appeltje-T is een audio-track. En Shift-Appeltje-T is een MIDI-track. Ja? Maar eigenlijk is Ableton wel slim genoeg. Als je gewoon zo'n instrument versleept, had hem dat direct correct doen. Het ene is dat mijn tante, je ziet dat hier nu ook, is dat hem soms zo geen lege plaats meer heeft, dan moet je soms zo een paar dingen kleiner maken. Ja, zoals dat er juist was,
had er precies geen plaats meer voor hem daarop te zetten. En dat is soms wel aan de tand. Trouwens, is zijn live 10 veel verbeterd. Dat. Ja, dat is zo'n frustratie dat er veel hebben van als je hier geen witte plaats meer hebt, dat het moeilijk is voor dan een nieuwe op te slepen, een nieuw instrument. In live 10 is dat opgelost. Daar kun je gewoon inslepen en had het er gewoon tussen zijn. Hier moest het altijd op het einde zetten. En dan zei je, ja, maar dat is eigenlijk niet voor op het einde, dat is eigenlijk voor RS hier. En dan moest je dat hier gaan verzetten. Dat is een tof ding dat ze in live 10 hebben aangepast. Wat was ik hier nog aan het vertellen? Ja, dus dat was van die... Dus die blokjes, 16 noten, 16 blokjes, heb ik juist aangehaald. Dat is op zich niet zo moeilijk, denk ik, voor iedereen. Dan die tabknop, van shift-tab, is die twee onderste kanten, dat je eigenlijk de twee verschillende dingen gaat gaan zien. Niet getoond, maar vroeger wel al getoond, dat je hier... Ja, je lengte van je loop kunt je gaan aanpassen hier rechts van onder, links van onder. Als ik dat langer maak, kan ik dat zo lang maken of ik dat wil. Ja? Wat je hier ook wel heel makkelijk kunt doen, is als je zegt van ja, maar ik vind dat eigenlijk dat eerste vond ik wel heel tof dat ik gemaakt heb. Ik heb geen goesting voor dat iedere keer opnieuw te tekenen. Als je dat gewoon selecteert, dus ik ga hier gaan opstaan en ik doe appeltje D, of ik doe dit hier, dan kun je die loop gewoon gaan duplicaten en dan gaat hem dat ook dubbel zo lang maken. Ja, dan hoef je hem niet helemaal te gaan kopiëren. Nu gaat hem alles direct gaan meepakken. Zie je? Dus al hetgene dat ik heb, dat zijn nu heel veel maten. Dat is bijna een liedje lang. Ik denk dat dat wel rap 7, 8 minuten muziek gaat zijn als je hier tot 250 bar zit. Dus je kunt hier gerust nu ook weer dingen gaan intekenen of luider, stiller maken voor dat ene stuk. Tot in het oneindige. Ja? Dat is een beetje hoe dat je zelf liefst werkt, uiteraard. Verder zien we dat hij nog verteld heeft in die cursus. De velocity, dus dat was je sterkte dat je zelf kunt aanpassen. Is iets dat heel veel, zeker bij toetsenisten, hè, als je een rood speelt, dat je heel luid speelt of heel stil, dat heeft gewoon een andere klankkleur als je luid of stil speelt, dus daar moeten we veel mee gaan experimenteren. Hier in dit geval, de snare dat hierin zit, een 808, als je hem stiller speelt, is hij gewoon stiller, maar hij gaat niet anders klinken. Ja? Dus dat hangt er een beetje vanaf met welk instrument dat je speelt. Een goed gesampelde rood heeft, ja, denk ik, zeker 4 of 5 verschillende velocities van klank, wat er zelf niet meer zijn. Dus als je stil speelt, gaat hem anders klinken dan dat je er keihard op ramt. Dan gaat hem echt ook anders klinken, in het echt ook, maar gelukkig in de software ook. Dus die velocity, hier dat pijltje dat hem hier laat zien, is eigenlijk voor te zeggen van, kijk, ik kan dat ook wegdoen. Als ik dat wegdoe, dan kan het soms handig zijn dat dat weg is. Ja. Wat hebben we nog gezien? Dus die grid, op een vierde maat, een vierde noot, een achtste noot en zo verder. Ja, hij zegt hier dat je er meerder mocht gaan maken. Wat mij betreft hebben we genoeg geoefend met dat ding. In zijn opdracht zegt hij dat je wat meer dingetjes mocht maken. Maar dat gaan we niet doen. Ja, dus we hebben eigenlijk nu met in een impuls 8 klankjes in een impuls kunnen steken en daar dan iets mee gaan aanvangen. Stel voor dat we nu even pauzeren en dat we na de pauze beginnen aan de volgende. De volgende is de simpler. En met de simpler, want iets wat we nu nog niet kunnen, kan er wel even nog aan aan. Hetgeen dat we nu nog niet kunnen is... Bijvoorbeeld onze basdrum automatisch hoger of lager doen klinken. Door ergens anders op je witte toetsen of op je zwarte toetsen te spelen, dat kun je niet met een impuls. Met de simpler gaan we dat wel kunnen. Gaan we echt één basdrum kunnen importeren en over het hele klavier kunnen spelen. Als je heel laag speelt, gaat hem heel laag klinken en heel hoog gaat hem heel hoog klinken. Dat kunnen we met een impuls niet. Daar heb je effectief dat knopje van transpose nodig voor daarmee te gaan spelen. Ja? Maar er zijn wel heel coole platen gemaakt trouwens. Die daar in die impuls blijven. En die daar gewoon, ik heb het juist bij u even laten zien, gewoon hier dingen automatiseren, hè, met transpose, dingen automatiseren, kun je perfect ook dat klanken gaan hoger en lager laten klinken. Maar niet dat je het met je witte en zwarte pianotoetsen doet. Dat gaat niet. Ja, het is gewoon een one-shot. Ik laat hem afspelen en dat is het. Meer kunnen we nog niet doen. Goed. Even pauze en dan beginnen we verder. Dat is een goede opmerking. Ja, als ik hier nu naar deze vastgrijp en ik sleep die naar hier, naar mijn juiste kanaal, ik weet niet meer hoe dat noemt, kanaal 7, ja, en ik sleep die naar hier, dan zie je dat die voorlopig nog niet groot is. En hier zie je nu ineens al die filejes, ja, dat was die een grote van mij, dan zie je ze allemaal staan. En dan kun je hier ook die transpose-knop. Die staat hier nu zelf op.
Die transpose is hier nu, maar dat, automatisatie wil ik mij nog niet te veel, omdat dat is voor mijn hier een beetje, maar dan kunnen dat daar zelf ook helemaal gaan automatiseren over de lengte van uw nummer. Ja. Van alles en nog wat kunnen we gaan doen. Ja, maar het hangt er vanaf dat je een keer juist ontdekt dat er bepaalde zijn waar je eigenlijk niet aan kunt. Is die, en dat kun je eigenlijk niet aan. Ik ga alleen, maar dat zijn, dat is die een hun en plus 0888 en toen had je dat. Maar... En dan hier die pet, en als ik dan naar mijn samples ga, en ik pak bijvoorbeeld deze, kan ik dat er gewoon inslepen en dan gaat hij hem daar. Krijg je dat nu? Ah ja, dat is hier. He. Dus je hebt hier twee tabbladen en dan kun je met shift. Bij u zie ik ook dat u alleen in nootjes zijn. Als je nu shift tab zou doen, dan ga je dan aan de man. Is het goed dat ze niet komt? Ja, dus vanachter zit er een USB-poortje. Ja.
Even top en fitness. Ja, eigenlijk wel. He. Maar kijk, die fitness is gratis hier. Gaat dat niet super is? Gratis fitness. Ik word er juist met Tim daar nog even over bezig. Een trucje dat ik van veel mensen zie. Allee, veel. Dat je zo op forums en zo leest rond Ableton. Stel je voor dat hij een... En trouwens, bij u was het eigenlijk ook met je dezelfde vraag. Stel je voor dat hij een producer zit, of je wilt nummers maken, en zijn we dan altijd zo'nzelfde soort startritueel. Bij veel artiesten, en zeker als je een beetje je eigen sound wil proberen, dan gaan we al rap vertrekken van dezelfde klanken voor zo'n soort eenheidsgevoel te krijgen met je eerste nummer, je tweede nummer, je derde nummer. Zonder dat je moet voelen dat het allemaal hetzelfde is, want dat willen we ook niet natuurlijk. Maar stel je voor dat je nogal rap zou denken, maar ja, ik ben nu even aan het denken in hetgeen dat Tim bijvoorbeeld, dat je wat meer techno-achtige dingen wilt maken. Wat is er dan bijvoorbeeld handig? Is dat je een impuls pakt. Ja, ik ga misschien even een lege nemen. Een lege impuls. Ja, en je zwiert daar 8 basdrums in waar je van denkt van hier, dat vind ik echt coole basdrums. Dat zijn er eigenlijk die dat bij mijn genre, bij mijn dinges, goed passen. Ja, je zwiert die daarin. Je noemt dat hier gewoon, in plaats van eerste impuls, noem je dat gewoon kicks. En je hebt 8 basdrums waar je eigenlijk direct aan kunt. Want als ik hier misschien eventjes kan, dan wil ik het even demonstreren. Daarom niet 8 keer. Hier een kick. Nee, een eerste kick. Tweede kick. Dat is, je moet ook wel een beetje denken, en zeker wij allemaal, we gaan, waarschijnlijk werken jullie allemaal, of whatever, je hebt in ieder geval veel aan je hoofd. Nee, dus het moet allemaal een beetje rap gaan. Ik heb dat toch als gevoel. Als je rap wilt werken en je wilt je kick bijvoorbeeld gaan zoeken, ja, sample packs, je kunt ze vinden waar je 1000 kicks van hebt. En als je dat iedere keer moet gaan herzoeken achter een nieuwe kick dat je tof vindt, dan wordt dat betant. Als je er gewoon gaat zoeken en je vindt er 8 waar je van denkt, van ja, dat zijn er eigenlijk wel 8, dat passen bij mijn genre. Als je dat hierin steekt, en stel je voor dat je hip-hop maakt, of waar nu even vanuit gaan dat je techno maakt, en je techno is dan bijvoorbeeld 135, is een tempo dat wat gangbaar is, of 100... 132, whatever hoeveel dat is. En ik maak dat hier vlug. Dan zie je hier al dat we hier al 4 kicks staan hebben. En uiteraard, techno is heel typisch 4 to the floor. Dus ik doe hier met de B, doe ik hier 4 van die dingen. Het makkelijkste van alles is uiteraard dat je ze allemaal ook op full level zet. Ja, plaats afspelen. Ja, natuurlijk, de helft gaat dat zou misschien niet gewoon raar horen, de helft wel. Maar daarover gaat het niet, vandaar, dat wil ik niet zijn. Maar stel je voor, hij zegt van, oké, cool, ik heb hier een drum gemaakt. Bij techno is dat altijd hetzelfde, een fourth to the floor, en als je dat te moeilijk in doet, dan kunnen ze dat niet meer op dansen, dus ze willen dat niet. Dus iedere techno-producer maakt dat met diezelfde beat. Je maakt hem deze bijvoorbeeld, en zegt van, oké, cool, maar ik weet nog niet goed. Je selecteert hem. We gaan naar de volgende. Ja, we gaan naar de volgende. Ah, dat is de cool. Die wil ik hebben. Ja? En als je dat één keer klaargemaakt hebt voor jezelf, en je doet dat met je snare, met je hi-hat, met je cymbalen, met zo'n heel deel dingen die dat standaard zijn voor bepaalde soorten muziek, dan kun je eigenlijk heel rap gaan werken. Op den duur wordt dat misschien wel niet meer zo plezant, omdat je zo al heel veel voorbereid hebt. Maar als je zo rap wilt werken, kan dat wel handig zijn dat je eigenlijk een heel deel van dingen voorbereid hebt. En vooral als je dit hier dan zou zeggen van maak daar een keer met een nieuwe template van, hè, dat was hetgeen dat ik met u even over bezig geweest ben, dan kun je ervoor zorgen dat je iedere keer dat je dat open doet, dus save current set as default, ik zeg save, ik ga zeggen override, maar maakt dat niet zoveel uit, hè, en ik doe dat hier terug weg, don't save, want ik hoef mij niet te save, en ik open Ableton opnieuw, dan ga je zien. Ja, die automatic updates zie je. En automatisch
gaat hem voor mij eigenlijk die template openen waar dat mijn kick met die vier kicks al klaar zit. Ja? En dat, of dat nu met kicks is, of in mijn geval is dat ook met mijn groepen, met mijn kleuren, met mijn, al die dingen. Al hetgeen dat je zo eigenlijk veel tijd mee verliest, dat maak ik allemaal ooit op voorhand. Ik wil dat dan wel gerust tonen met mijn MacBook. Dat is eigenlijk al echt een groot project dat ik open, iedere keer als ik aan een nummer begin. Ja, dat is een ongelooflijk veel ding dat je standaard doet. Standaard dat je die reverb graag hebt, dat je twee soorten delays hebt. Dat je graag hebt dat je drums in het geel zijn, alles van drums, dat en dat allemaal voor. Als dat allemaal voorbereid is, dan is dat een plezier voor het begin. Want anders zijn er soms uw idee waar je aan bezig wordt. Ik heb dat denk ik vorige week juist hetzelfde verteld, maar je bent soms uw idee al helemaal kwijt. Gewoon om mee bezig te zijn met alles klaar te zetten. Wat alles klaar staat, is het direct vertrokken. Dus voor degene die graag heel makkelijk drums kunnen verswitchen, kan de impuls al heel makkelijk zijn. Nu dat ik het aan het vertellen ben, er zijn ook systemen voor met drum racks nog veel meer basdrums te hebben. Ja? Dat je echt 128 of zelfs nog meer 128 basdrums kunt klaarzetten en die dat je standaard kunt gebruiken. Dan moet je gewoon met de push aan een knopje draaien en de hele tijd, ja, nu heb ik hem, nu vind ik tof. Ja? Dat je er nog veel meer klaar zitten hebt. Want er kruipt wel veel werk in, vooral die klankjes te beluisteren en te beslissen, vind ik dat nu goed. Dus als al hetgeen dat je op voorhand gedaan hebt, kan wel handig zijn. Dus, even recapituleren of herhalen, we zaten met die impulsen bezig. Impuls kan alleen maar gewoon iets afvuren, en dat is het. Eventueel wat transposen, maar dat is het ook maar. Ja? Wat dat je liefst zou kunnen doen natuurlijk, als je iets van een instrument speelt, is dat we iets kunnen doen met een instrument, dat we ook die noten kunnen gaan veranderen. En dat gebeurt in de simpelste versie. Er bestaat wel nog een andere versie, de sampler, maar die zit niet in de Ableton Lite. Ja, ik ben nu met de Ableton Lite. Ah nee, ik ben met de standaard bezig, maar dat zit alleen maar in de Ableton Suite. Hier kun je met de sampler, het noemde ook simpel, kun je eigenlijk klankjes gaan spelen en daar effectief noten mee gaan maken. Ja? Als ik een lege sampler neem, dan heb ik hier eigenlijk iets dat er als volgt uitziet. En eigenlijk zie ik hier dat er hier niks in zit. Ja? Staat hier heel duidelijk, drop sample hier. We gaan een keer een sample pakken. Het eerste het beste, iets dat misschien wel wat melodie heeft, dat het wat te horen is. I think you. Er zijn al veel kids. Voilà, mag ik in die pakken? Nee? Er zit zelf al effect en zo op. Als ik dit hier ingestoken heb, dan kan ik met dit klankje effectief iets gaan doen. Ik ga een keer heel simpel een noot tekenen op de C3. Ben ik hier aan het doen? Ja, ga ik hier even folden. Voilà, E3. Dat is een beetje. Veel noten naar een keer te zien. Ja, de kick gaan we even laten voor dat is. We gaan in een technomaal. Ja, dat is dat sampletje dat nu speelt. En uiteraard, dat speelt. Een beetje naar beneden brengen. En hoe speelt dat nu? Het speelt heel kort. Ja? Dat is dat sample van die female, dat eigenlijk heel kort speelt. Als ik dat hier eventjes verander in een one-shot. Dat is dat stemmetje van er juist. Nu speelt hij dat wel helemaal af. Hij krijgt gewoon een... Ja, nu hoor ik wel aan dat madame Kulik dat ik ze liefst van al hoor een beetje normaal. Hè? De C3 is meestal de, ja, de, ik vind ze wel toffer zo dan op de vorige manier van werken. Hey, als ik zie, is het dan meer een olifant dan wat anders eigenlijk. Hè? Nu hoor ik ze, like, dat ik ze misschien wat de tofste vind. Dat madameke is aan het zingen. En voor mij, hoeveel is aan het zingen? Ze is één maat aan het zingen en dan wordt die sample opnieuw gespeeld. Ja? Wat heb ik er juist gedaan? Ja, je zag misschien wel er juist al dat we hier met heel veel nootjes zitten. Dus als je met die fold werkt, dan zie je alleen maar de noot waar het effectief op staat.
Ja? Je kunt dat gaan inzoomen, ik ga dat straks wat tonen. Sowieso, ik heb nu op de C3 dat dat madameke aan het zingen is. Ja? En als ik dat instelde op die sampler, ik ga hem even kijken of ik hem kan vergroten. Nee, het is jammer dat het alleen maar hier te zien is. Je hebt er eigenlijk drie soorten. Ja? Je kunt hem classic doen. Classic wil zeggen, hoe lang dat je hem inspeelt, gaat je hem horen. Als ik hem nu laat spelen... Ja, misschien een kikker. Als ik hem hier langer maak... Ja, tot hij hem op het einde... Nu ga ik hem helemaal schoon horen. Hij speelt hem zolang dat jij hem ingeduwd hebt. We moeten de push straks mogen, gaan we allemaal een keer zo'n push bovenhalen. Dan kunnen we daar een keer mee gaan experimenteren. Dus nu duw ik daarop, zolang. Ja? Dus zolang dat ik hem doe. Als ik hier one shot wil zijn, zoals met een impuls er straks ook. Dat was gewoon, hij heeft een midi signaaltje en hij speelt heel die sample af. Ik doe nu niks niet meer en hij speelt hem schoon voor mij af. En dan kan je hem ook nog gaan slicen. En slicen wil eigenlijk zeggen dat hem die sample gaat in stukjes gaan doen. En als ik dan nu, ik heb hier op mijn push, ik kan het wel even tonen. Ik heb hem hier nu staan gesliced over 5 plaatjes. Ableton heeft dat gedaan, ik heb dat niet zelf gedaan. Ja, maar dat is echt wel de sterkte aan Ableton. Met alles wat je mee doet, kunnen we nu eigenlijk... Ja, je kunt heel makkelijk eigenlijk zo remixen gaan maken. Als je een stem hebt opgenomen, je stikt dat even in een simpler slice-stem en je kunt er eigenlijk volledig nieuwe woordjes mee gaan maken of met beats, je beats helemaal gaan mengen. Dus je hebt hier eigenlijk in een simpler de functie, drie functies. Classic wil zeggen hoe lang dat hem duwt. Ik moet blijven duwen. De one-shot is gewoon, ik duw één keer en dan de slice, ik kan die slices trouwens ook verzetten. Bijvoorbeeld... heeft dat nu voor mijzelf een beetje willekeurig... Al ja, niet echt willekeurig, want dat mag ik niet zeggen. Heeft dat niet willekeurig gedaan. Volgens Transients heeft hem dat gedaan. Ja, dat zijn mijn 5 slices dat hij gemaakt heeft. En die kan ik met de push nu gaan bespelen. Ja, en die eerste slice... Maar die zegt het niet veel. Hè. Die kunt even goed gaan wissen of er iets anders mee gaan doen. En korter... Ja, en zo kun je eigenlijk helemaal elastisch weer gaan werken met in een Ableton. Dat maakt het heel plezant. Die sampler, ik heb dat nu getoond met een stem, omdat ik dat wel interessant vind met een stem. Dat geeft zowel direct een gevoel van, amai, daar kun je wel toffe dingen mee gaan doen. Wat kun je hier allemaal mee gaan doen? Je kunt dat sowieso gaan filteren. Ja, je kunt dat... ja, je kunt dat gaan filteren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van, oké, ik ga hier de hoge tonen weghalen. Ja, je kunt er een LFO op gaan steken. Een LFO wil zijn dat hem dat doet trillen. Trouwens, dat filteren kun je ook hier nog goed zien. Ja, je voelt direct, dat is super elastisch. Hè? Dat is nog altijd datzelfde stemmetje, dat kan uw eigen stem zijn. Sowieso zou ik wel graag, misschien vandaag of wel een andere keer, een keer een stem opnemen. Dan gaan we horen, je kunt dat met je eigen stem juist hetzelfde doen. Een LFO, wat wil dat zeggen? Ik kan dat laten trillen. Bijvoorbeeld, ik kan dat laten trillen op de maat. We zitten hier op 132. Ik kan het misschien een keer heel traag doen. En nu gaat het nog niet trillen. Waarom niet? Omdat ik nog geen parameters heb ingesteld. Als ik zeg dat mijn volume moet ingesteld zijn. En ook bijvoorbeeld mijn pitch. Ja, maar gevoel dat direct wat er kan beginnen gebeuren. Nee, je kunt zo... Ineens een stem, niet meer als stem gebruikt, maar als eigenlijk een soort special effect voor daar iets. En nu zit ik op die normale toon, maar doet dat hier. Ja, en doet dat dan weer nog een keer. Wie hoort er nog dat een stem was? Ik niet meer in ieder geval. Ja, je kunt dat nu als perfect als... Stel je voor dat je dat hier aan het gebruiken zit. Niks meer met die stem te maken en ineens heb je zo een effectje dat iets doet. Ja?
Je verstaat wel dat die een sampler, dat is ongelooflijk krachtig. Want ik heb nu alleen nog maar met een elevoog. Ik ga hem misschien even terug afleggen. Ja? Dan heb je hier ook nog je attack en je sustain en je release. En daarvoor, dat is eigenlijk wel een belangrijk item in alles wat muziek te maken heeft. En ik wil dat wel misschien even een keer in de cursus laten zien, omdat dat eigenlijk wel een schone tekening is. Zoiets gaan we sowieso met de push werken. Maar als je kijkt naar een klank in audio, de simpler heeft dat net hetzelfde als een gewone sampler, maar als een synthesizer ook. Degene dat synth spelen, die kennen dat systeem wel. Dus als je een midi-noot start, ja, dan heb je altijd een attack. Dat wil zeggen van hoe start hij. En een decay is hoe lang speelt hij effectief. Een sustain is, gaat hem nog wat doorsustainen. En dan een release is, ik speel al niet meer. Hoe gaat hem dat schoon laten afbouwen, die klank. Ja? Dus heel, heel simpel gezegd. Hier zie je het einde van de midi-noot. Speelt niet meer en toch hoort hem nog langer. Ja? Dat zit in iedere sampler, zit die functie eigenlijk. Zodanig dat je eigenlijk je klank, ja, op een goede manier kunt gaan aanpassen. Als ik bijvoorbeeld hier met die klank, ik ga misschien even die one-shot. Als ik zeg bijvoorbeeld dat er moet infaden, ja. Ik heb al geduwd en het is eigenlijk maar later dat hem komt. Heel dat systeem trouwens, dat noemen ze ook de ADSR. Hey, op een system, de synthesizer zit dat dikwijls. ADSR, die afkorting daarvan. Sorry. Ja, degenen die synth spelen, die kennen dat systeem wel. Dat zit op gewoon voor je klanksynthese te maken. En dat zit soms ook nog op je LFO's, voor met je LFO's ook nog een keer zotte dingen te doen. Dat zal misschien voor velen wat Chinees klinken, nu datgene dat zegt. Maar we moeten daar een keer mee experimenteren. Dat doet echt heel veel toffe dingen. Zeker een attack, als je zo graag hebt dat je instrument, zeker met strijkers, zo zachtjes inkomt, bijvoorbeeld. Zet dan die attack wat langer en dan gaat dat zo wat zachtjes inkomen. Zonder dat je zo'n eigen taak hebt. Dat gevoel van, oei, is daar zo. Ja, dus als ik dat hier laat doen. Zie, ik heb, het duurt bijna een seconde en een half voordat hem echt op zijn volledige klank gaat, samen met de fade-out. Maar dan moet ik wel hier weer zorgen dat de sample anders is. En dan noem ik het weer decay, ja. Kun je trouwens ook transposen hierop. Uiteraard kun je dat sowieso ook doen door op het klavier te spelen. Ik weet niet of dat hierop staat. Ik ga even mijn klavier aansluiten. Ik ga een andere sample pakken. Ik sta misschien... En ik piano zoeken, dat er een piano sample ergens zit. Bijvoorbeeld deze piano, want die naar ik erin sleep. Ja, want die fade in terug weg doen. Trouwens, kunt hier ook zien met die fade in wat er gebeurt. Hij fade eigenlijk schoon die sample in. Dus als ik die eenmaal op begin zet. Dan ga ik nu, als ik hier op duw, even zien dat hem klopt. Ah ja, die kan niet meer weg. Allee. Dus zie wat ik doe. Hij herhaalt iedere keer die sample. Maar als ik nu loslaat, dan speelt hij mij heel dat boeltje af. Ja? Hij gaat verder blijven en verder blijven. Dus wil ik dat niet, is het misschien logischer dat je dat eerste gewoon pakt, dat eerste klankje, en dan... Ja, en dan... Fade out. Moeten we het niet fade out doen? Ja, dat is met diezelfde piano dat ik nu eigenlijk aan het spelen ben. Maar je voelt wel direct de sterkte als je dat kunt gaan doen. Dat je wel fameus wat dingen kunt gaan doen. Hier in de one shot kan ik maar... Ik speel nu drie tegelijk. Maar hoort maar één tegelijk. Als ik in de classic mode werk, dan kan ik hier zelf gaan tot... Ik weet niet hoeveel voices, tot 32. Dat zijn dat ik 32 vingers tegelijkertijd zou kunnen spelen. Ik heb er maar 10, dus... Moest ik er al 10 gebruiken, zodat er al een toffe idee zijn. Ja, en dan kan ik...
Ja, dat zijn nu mijn zes noten dat ik in real-time speel. En het enige ambetant is misschien dat hij dat nu aan het loopen is. Hè? Als je dat... Dus ik kan nu gewoon piano spelen met die sample dat ik daar gebruikt heb. Piano is natuurlijk iets logisch. Als ik dat een keer met diezelfde vocal doe. Voice. Of... Een sample van de juiste was eigenlijk nog een tof nummer, maar een beetje niet weggedaan. Ja, bijvoorbeeld in deze. Hè? Dat zijn eigenlijk drie noten dat ik tegelijkertijd speel met die stem. Klinkt niet zo goed natuurlijk, maar als je dat dan weer inkort, ben ik er wel van overtuigd dat je dat wel iets tof... Die loop afzet. En dat is met dat kort stukje stem. En uiteraard, ja, je wil een remix maken, dat is het ding dat ze gebruiken. Nee, je pakt die stem dat je gekregen hebt van die artiest, steekt dat helemaal in een sampler, je verknipt dat op een juiste manier en dan begint het te spelen. Nee, en zo maakt je in een nip en een knip een remix met toffe dingen. Nee, ik heb daar eigenlijk niks moeten voor doen, omdat dat wel nu, maar ik zou moeten een tweede USB-ding pakken en dan zou ik er inderdaad even wat moeten vertellen, want hier ziet hij de MIDI from. Ja, ik heb hier gewoon zeggen, alles wat dat binnenkrijgt, pak maar binnen. Ja. Dus als ik hier op mijn keyboardje ook zou doen, dan zou dat normaal gezien ook moeten gaan. Wacht even. Dus ik speel nu hierop. Ja, ik krijg dat ook binnen. Ik vind dat ook oké dat ik dat daarvan binnen krijg, zet ik dat af. Ga ik dat niet meer in. Dan had ik nog gewoon AB. Ja, je is een beetje aan het flippen hier met een browser daardoor natuurlijk. Speel ik dat hier. Heb ik dat. Hoe noemt dat hier in dit geval? Dat noemt all ins. Dat zijn ze allemaal dat ik binnenkrijg. Dus dat is hier in dit geval, ik denk dit hier. Tahorn Musical Instrument. Nee, dat is een of ander klaviertje dat hier gewoon ligt met USB. En dat is hetgene dat ik aansluit. Moest ik zeggen, maar ja, maar ik vind dat niet leuk met dat. Dat is alleen maar hetgeen dat ik wil gebruiken. Bijvoorbeeld bij de kick. Wil ik alleen maar kunnen doen met in een tahorn. Of hoe noem het? Ja. Die moet ik nog afzetten. En dit wil ik alleen maar gebruiken met computer keyboard. Ergens moet ik dat hier wel zitten hebben, denk ik. Even kijken waar we zitten. Ah ja, mijn recordknop staat nog niet op. Ja, dus die kicks haal ik nu hieruit. Ik speel dat nu hier mee. En mijn klavierke, die noten speel ik nu hier mee. Ja, ik moet het wel eerst nog aanzetten. Ja, en dan speel ik. Ja, en ondertussen kan ik normaal, ik moet dat hier dan alle twee armen. Ja, nu speel ik alle twee, dus ik kan nu hier. En ondertussen met de kick daar spelen. Dus dat ga je een multitoetsenist zijn, en er zijn er meer en meer dat doen. Hey, al die mannen die dat bij Beyoncé en zo, de toetsenisten daarvan. Ik kijk nu naar u, Dominique, als je dat ooit wat gebruikt. Er zijn heel veel die dat eigenlijk alles vanuit Ableton sturen, al hun plugins en dingen, en eigenlijk gewoon vier van die MIDI-klavier mee hebben. En je moet gewoon de juiste instellen. En per song had hij gewoon het volgende. Hij pakt allemaal nieuwe presets en je weet van op dat klavier is het een solo-instrument, op dat is dat, op dat is dat. Hij moet gewoon maar spelen. Ja? En hij kunt dat eigenlijk allemaal zo instellen. Met die simpele, ja. Is dat eigenlijk meer bedoeling om dan nu een klavier erop te zetten? Omdat je ook voor zo'n 32 noten kunt selecteren die je dan moet spelen. Dat lijkt me dan. Ik vind dat niet, want je kunt ze even goed inspelen met dit klavier. Dat wil zeggen dat je zo'n klavier nodig hebt, bedoelde. Je hebt dat niet nodig, maar je kunt ook op de push kunnen perfect akkoorden spelen. Ja, dat komt ze biedt aan bod. En je kunt ze even goed tekenen, hè. Als ik hier nu even dat hier laat spelen, dan die kick weer afzetten. Ja. Oei. Wacht even. Ah, wat is dat nu weer?
maken, maar ik moet hier kunnen zoomen. Nee, ik ben vergeten. Ah, hier zit ja. Nee, maar ja, die muis, ik moest dringend klaar. Het is wel handig voor jullie dat je ziet waar ik zit, maar die muis doet echt aan mijn tand. Die snapt een helft van de beweging niet. Ah, ik heb hem. Ja, dus als ik hier de juiste die C6, dat is misschien wel... Trouwens, als je wilt octaveren, dat wil zeggen per octaaf springen, van C3 naar C4 naar C5, je zou dat kunnen vastgrijpen en verslepen, maar dat is zo wel, en zeker met die ambetante muis, in mijn geval, ambetant. Ja, ik zou die kunnen vastnemen. En weer hetzelfde, die option ingedrukt houden, dan maak ik een akkoord. Hey, bijvoorbeeld, do, mi, sol. Ja? Maar vind je dat nu eigenlijk te hoog, dan duw je gewoon op shift, en aan de octaaf naar beneden, nog een octaaf naar beneden, je ziet die getalletjes veranderen. Zie je? Van G2 naar G3 naar G1. Ja? En zo kun je eigenlijk iedere keer een octaaf naar beneden gaan. Zonder dat je het allemaal moet zitten verslepen. Kijk maar dat sample weer was. Dat was een kort stukje. Ja, dat zijn nu verschillende samples dat boven elkaar zitten. Het zijn niet dat het schoon is. Misschien moeten we terug even die piano pakken. Of gewoon hier een keer in een pakken die dat Ableton zelf gemaakt heeft voor ons. Want dat is wel het leuke, dat ze eigenlijk een hele hoop dingen voor onszelf hebben gemaakt. Dus als je bijvoorbeeld hier een keer, we waren er juist met een piano keys. Kun je hier weer eventjes luisteren ook. Hey, deze piano daarin sleept. Dan heb je hier eigenlijk een hele hoop samples, want dat is nu wel een uitgebreider. Dat is eigenlijk een hele hoop samples. Hij heeft een multisample mode. Nu, ik kan eigenlijk niet uitleggen hoe dat moet maken, dat kun je maken. Maar hij heeft eigenlijk verschillende samples genomen. Voor dat natuurgetrouw te laten klinken. Als ik dat nu laat spelen... Dan hoor ik mijn piano, dat is misschien net een beetje te laag. Ja, hij speelt nu dat akkoord voor mij. En je ziet hier dat hij dat akkoord speelt met deze sample. Ja? Nu, wat hij hier nu ziet, zijn een hele hoop dingen dat hem daarachter gehangen heeft. Hij heeft hier een equalizer achter gehangen, een glue compressor, een reverb. Dat is eigenlijk al echt een instrument rack dat hij gemaakt heeft. Ja? Ondanks dat het eigenlijk bij de simpler zit. Die heeft hier eigenlijk allerlei samples bij elkaar gedaan. Dat is heel handig. Ik wil het wel voor de heren dat ze willen. Op het einde van de vierde les wil ik dat wel een keer uitleggen. Maar dat is eigenlijk echt een combinatie van dingen. En je kunt dus gewoon perfect zeggen dat bijvoorbeeld deze piano, dat die een reverb moet bijkrijgen. Nou, hoort niet zoveel. Je kunt hier zien, misschien staat hem nog niet op. Niet zo duidelijk, maar er zijn een hele hoop effecten dat je achter elkaar kunt hangen en daar een paar knopjes aan doen. En dan heb je vooral het voordeel dat je hier op je push die 8 knoppen, je hebt hier in totaal 2, 4, 6, 8 knoppen ook, waar je kunt aan draaien, dan kun je eigenlijk die 8 knoppen direct gaan bedienen. Ja, en dat maakt het wel heel plezant, zeker voor live, want dat is eigenlijk een toestel dat je live veel gaan gebruiken. Je kunt zeggen van, ah ja, ik wil vlug mijn reverb wat verminderen. Dat is mijn vierde knop. Je draait een vierde knop en die reverb gaat minder. Nu is dat al niet juist ingesteld. Nu. Ik denk niet dat het juist is. Dat ik niet heb. Ah ja, maar je zit niet in. Ja. Kan niet aan, want de USB zit niet in. Het is nou de setting van de vorige keer. En ik heb dus mijn USB versteken. En dan, dat is wel leuk. Dat is echt plug and play, voilà, kijk. Zie, je is hier al. Dus ik heb hier mijn delay. Ja, ik kan hier dus direct mijn room size bijvoorbeeld aanpassen. Normaal toch. Oké, ja, hier nog niet. Want ik ga nu eerst nog moeten vertellen, hij stond nog op het computer keyboard. Moeten vertellen dat hij de push als informatie ding moet hebben. En dan nog niet. Hij staat nog hierop zeker. Of staat hij nu af? Ja, ik heb nu hier bijvoorbeeld, ja, als ik hier nu aan draai, dan kan ik eigenlijk dat allemaal gaan aanpassen. Zie je? Alle functies op die een push, waar we gaan daar straks een keer mee aan de slag gaan, die kun je eigenlijk allemaal met draaiknopjes en met pushknopjes gaan aanpassen. En uiteraard wordt dat dan ook weer veel plezanter. Ja. Ik zelf ben echt wel fan van de push, maar soms is het ook wel
onoverzichtelijk. Het voordeel van Ableton is dat alles op één scherm altijd te zien is. En met die push is dat weer net niet meer zo. Ja? Maar voor muziek te maken, voor muziek te assembleren tot een nieuw arrangement, is de push goud waard. Maar soms voor die draaiknoppen vind ik hem niet altijd even handig. Maar je kunt er wel heel veel op instellen dat je eigenlijk wel op de juiste plaats aan de juiste dingen geraakt. Ja? En nu zit ik hier niet in de reverb. Voilà. Soms zijn de pagina's een beetje lastig voor eraan te geraken, kan het zo zijn. Maar je ziet wel wat dat hem direct allemaal doet. Ik ben hier gewoon van kanaal aan het verlopen. En al mijn kanalen is aan het overlopen. En dan kunnen eigenlijk iedere keer van boven zien wat dat hem doet. Ja. Goed, ik stel voor dat we nog eventjes gewoon met de muis een keer wat experimenteren. En dan gaan we als beat gaan de push een keer uitdelen. En een keer aansluiten en een keer kijken wat dat geeft op de push. Dus maak een keer een akkoord met een of ander instrument. Het trekt heel hard op de impuls, alleen kunt je nu effectief akkoorden gaan maken. Staken ze al nu? Is het waar? Maar... Goeie. Ja, dat is het. Ja, dat is wel... En Herwin, raakte hij dat nog thuis? Nee. Ah ja, misschien wel, hè? Kun je mee met een bakfiets naar die zijn? Dat had niet lukt. Het zou wel cool zijn. 3, 4, 10, wat staat B plus en dan ben ik in de zacht te krijgen. Ja, misschien in de rugwater. Is dat vanaf 10 uur? Ja, dat is altijd vanaf 10 uur. Ja, dat is altijd. Anders moet je eens kijken op de app van de NMB, dat er misschien wel opstaan. En dat heb je er niet meer staan. Dat vanavond. Allemaal is altijd. Maar hij raakt wel thuis dan. Wel als ik niet kan maken, dat is het. Ja, maar je moet dan. Dat is een klein. Hoe is het? Goed te kijken bij jou. Dat hebben we ook niet meer een baas. Ja, dat is de waarheid. Ik kan het ook niet op gaan. Nee, ik ga niet houden. Ik denk dat waar ik in mijn trainer nog terug kan. Ik raak er anders echt niet. Ja, dus voor degene dat wil een klavierke spelen, je kunt dat klavier aanzetten. Hè. En dan effectief mee spelen. Klavier aanzetten kun je hier. Ah ja, dat is hier. Ja, dat begint, ja, sorry, dat is misschien een goede opmerking, dat begint bij de Q. Ja, de Q. En dan dat zijn de witte toetsen en dan de A, de E, de E, dat zijn de zwarte. Ja, maar ik bedoel, ik dacht hier de kleine... Ah, je hetzelfde, je hebt hier helemaal niks. Mm-hmm. En, dus we zitten in niks. Dus als je dan neemt je iets op. Maar ik vond dat net zo dat je met blokjes steekt, kun je dan niet naar in die. Oh ja, dan kun je natuurlijk wel een beetje zeggen, maar. Oké.
die bloemen niet pakken volgende week. Kunnen we dat ook niet doen? Ja, dat is maar een klein ding, zoals ik persoonlijke stem dan opnemen. En misschien een keer gewoon maar een simpele microfoon. Ja. Of waar dat die ingebouwd is in de microfoon. Maar gewoon, dat wil ik jij doen gewoon met de geluidskaart. Ja, oké, okay, ik ga proberen. Wat het bedoel is het niet erg, in die piano zo niet, dus kun je ook een microfoon doen. Maar misschien wel ik toch een microfoon boven dan met een microfoon. Ja. Ik ga wel met een gewoon net een 58 of zo. Maar we gaan wel iets opstaan. He. Ja, en experimenteer zeker een keer met die controls. Ga ik het tonen waar je dat juist vindt. Misschien een handen even pakken. Ja, dus hier heb je de sample en dan heb je daarnaast weer zo'n tabblad. Ableton werkt echt heel dikwijls met zo'n verschillende bladen als het ware dat je kunt opendoen. Dus heb je hier bij de controls de mogelijkheid voor te equalizen, een LFO op te steken, dat hem zo wat trilt. En dan ook die ADSR, dus een attack, decay, sustain, release, ook te gaan aanpassen. Daar kun je hele toffe dingen mee doen. Het enige waar je moet opletten bij een LFO, is dat je hem effectief wel iets laat LFO'en, dus je kunt je volume laten aanpassen, of je pitch, of je filter. Dat is het enige waar je... Dat moet hier wel een beetje omhoog staan, anders ga je niks horen. Dit hier. De samples. Ja. Moet gewoon zo even luisteren dan. Ja. Dat is misschien niet bij. Dat is gewoon een sample. Ja. Ja, dus voor een LFO moet je best zorgen dat er iets ge-LFO'd wordt. Dus dat er iets, dat is eigenlijk, LFO staat voor low frequency oscillator. Ja, dat wil eigenlijk zeggen dat hem een oscillator gaat laten werken, bijvoorbeeld een sinusgolf, op iets. Dus als je zegt dat hij een oscillator moet werken op het volume, dan gaat dat volume meer en minder gaan. Ja, laat je dat in oscillator werken op de pitch, dan gaat je pitch, dus je toonhoogte, hoger en lager worden, automatisch. Dus als ik hier met deze klank een keer iets doe. Ik ga een keer even mijn klavier terug aansluiten. Het maakt eigenlijk niet uit of dat het klavier is of mijn push. Ja, dus als ik hier zeg, nu is dat mijn volume, ja, dat aangepast wordt. Als ik dat niet aanzet, is dat gewoon een lange klank. Zet ik mijn LFO op, dan gaat hem dat doen dansen, hè? Dan beweegt dat vanzelf. Zet ik die frequentie hoger. Ja. Je kunt dat ook zeggen dat hem dat op de noten, op de volume...
Ja, je kunt er zo heel schone variaties in laten. En dat is nu op een sinus. Je kunt dat ook willekeurig laten doen, bijvoorbeeld. Dat is niet zo goed te horen. En dat is een blokvorm. Dat we echt hem afknippen iedere keer en hem maar een stukje laten horen. Maar dat is nu met volume. Je kunt dat evengoed ook nog met de pitch doen. En nu gaat hij met de pitch iets gaan doen. De filter kun je dat ook gaan doen. En zo kun je eigenlijk... Allee, die LFO is al een goud waard voor toffe dingen te doen met u. Zeker als je dat minimaal zet, dan zit er altijd een beetje variatie in die klank. Je moet dat niet mee overdrijven. Ja, je moet er mee overdrijven, maar vooral dat minimaal aanpassen zorgt voor een paar veranderingen in uw klank, voor over heel uw nummer. En dat maakt het interessant voor onze oren. Ja, dat is een goede range, misschien heeft dat niet gemaakt met de Ja. En ik
En je kunt nu. Je hoort het. Ah ja, ja, het staat nog op zo. Het staat nog niet in de handen. Als je nog op zo dan moet je het dan weer rusten. Dan moet je nu alleen een video laten zien. Maar het is gespeeld dan. Maar ja, nu heb je het ook in de handen van de muziek. Ja? Die effecten zaten op die vocal ingebrand. Nee, dat is gewoon die sample had toevallig nu al reverb zitten. Dus als je één op proberen de filter als je die vocal, dat is niet een stukje vocal dat je hoort misschien. Nee, dat is geen vocal, dat is van de sample, maar wat dat verwerkt is, dat we waarschijnlijk een audio effect. Ja, dat is een audio effect waarop ze gebruiken. Als je denkt dat daar toch het kan zijn, anders dan dat je dat maar effecten komen nog aan bod. Dat is uw plaats waar je het kanaal ziet. Dit is een pure audio track. Wat er daar staat, is een Nee, nu moet je dan weer in het schema. Dat is eigenlijk een sample. Dat is eigenlijk heel dat kanaal, al die dingen, als je dat zegt van ik wil niet spelen, dan kun je dat niet als je dat zijn ja. Waarschijnlijk die nootjes van dat. Dat? Ah, wel, dat is die in een LFO. Ja, maar wat zit dat precies in een LFO? In het algemeen is als je bijvoorbeeld zegt dat je een LFO, stel je voor dat je dat klankstemmet en jij gaat zeggen dat je velocity, het volume, is dat eigenlijk, aangepast moet worden, dan gaat hem dat volume aanpassen volgens deze golfvorm. Dus dat gaat er bijvoorbeeld. Hoe gaat hem dat doen? Oftewel, volgens de hertz, oftewel als je naar dat nootje gaat, op een vierde noot bijvoorbeeld, gaat hij per vierde noot een aanpassing doen. Als je dat omhoog zet op de velocity, als je daar de pitch, op de filter, op de panning. Nou, de key, dat doet me op. Want dat ramt zet ik wel iets aan mijn kant, maar ik weet niet. Ik weet veel, maar niet alles. Wat je wel hebt, Stefanie, is dat je altijd, kijk, je geeft het er niet echt. Je hebt hier altijd die help-functie. Ik ben er even daar aan het kijken, of dat een goesting heeft voor daar wat meer uitleg over te geven. Ah ja, ja, kijk. Dus die key is how much the LFO's rate is influenced by the pitch of the incoming notes. Dus als je pitch verhoogt, gaat hem de snelheid gaan versnellen. En als je dat uiteraard op 0 zet, dan gaat hem daar niks mee doen. Maar zet je dat hoog, dan gaat hem... Ja. Hoe hoger hij speelt, hoe rapper dat hem het gaat doen. Kan ik luisteren dat dat klopt? Ja, ja. Klopt inderdaad. He. Heel laag is het. Een hele lage pitch doet hij gewoon dat. Voilà. Ik
weer iets bijgeleerd, hè. Wel zijn, hetgeen dat hij nu graag zo doet, heeft vooral nut als je met een push werkt of met dat klavier. Nee, maar het is gewoon dat ik weet hoe dat principe is. Het principe is eigenlijk dat jij hebt dat maar hetgeen dat we hier gaan doen, wat slicen, heeft veel te maken met dat warpen. We zijn heel hetzelfde verhaal als dat warpen. Dus je moet hier eigenlijk zeggen, je zegt hier slice by transients. Transients, wat is dat als je bijvoorbeeld het woord toon, dat is een transient dat zeker aanwezig is, de T. Dat is een transient. De toon, misschien de N, het einde ook nog, maar die O, dat doet eigenlijk niks, dat heeft geen attack. Een transient kan vanaf niks, of kan gaan kijken, dan gaan we attacks zijn. Maar het kan ook zijn dat een puur kijkt de beat. Puur de beat, dus dat is 120, dus dan zit je niet, dan kun je zeggen, en ik doe nu transient, als ik zie het, dan is dat willekeurig dat er eigenlijk woord van hier is iets interessant, ah, hier is iets interessant. En dan met beat, hier is het puur op per beat. Dus met deze sample kun je dat niet horen, want dat is moeilijk. Ja, dat is het. Ja, oké. Ga je toch proberen de trein? Heb je dat nog denkt of? Ik heb er een van 3 voor 10, maar dat staat wel bij. Ja, ja, op 5 minuten staat er wel beneden. Dat is wel mooi. Okay. Allee, volgende week. Sorry. Moet ik nog iets anders uitleggen, maar we hebben maar 10 minuutjes niet meer. De push zou ik wel voorstellen dat we niet meer bovenaan, want ik denk dat het allemaal ligt. Dus de tijd. Ja, ja, ja. Ja, ik heb het vandaag ook opgepakt en ik kan inderdaad proberen, maar niet.
dan moet ik zelf mijn spelen kopen. Maar als het een beetje verder is, doe dan 6 keer. Nee, wat moet een normale droom? Ik zou dan wel. Oh, oké. Nee. Ja, nu heb ik al die 3 uur. Nee, het is dat. Het is nog is er nog van hem? Dan gaat nog eens. Misschien is er nog een pakje. Ja, ze kan niet. Ja, ik moet naar de toren. En waar is het nu? Want je zegt, ja, we zullen nog wel aan het doen. Yes. Als je mij wil connecten, ja, dan moet je nog wel zitten. Ja, dat is waar. Ik ga niet vergeten dat we doen. Ik ga niet doen. Want ze willen er niet aan. Ze zien dat. Maar ik ga wel nog eens. Ik ga er wel naar. 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 Nu, het is de bedoeling, ik weet niet of er nog iemand een instrument speelt, echt een akoestisch instrument. Ik zou volgende week ik sowieso wel de viool al een keer willen opnemen van Stefanie. Dan moet maar, dus nooit maar één noot. Dan kun je dat wel laten zien hoe dat je effectief iets moet opnemen. Is er iemand dat zingt of zo? Dus nooit. Of Tim, ga jij recht geplaceerd? Ik wil wel een doen. Maar het zou wel top zijn dat we volgende week een keer iets opnemen, maar dan kunnen we eigenlijk die opgenomen file ook effectief in diezelfde simpel steken, dan kunnen we eigenlijk eerst hetzelfde mee gaan doen dat we nu aan doen zijn. Met reeds opgenomen files, dan kun je dus je eigen dingen helemaal in droppen. Niet zoveel dat je wilt. Omdat ik dat toch denk dat dat misschien ook wel een interessant item is voor dit probleem. Een opname te doen. En vooral dat waar moet ik heel graag volgende week. Hier van start. Sowieso voor degene dat willen afsluiten, het is bijna tijd, je moet nog niet zo, ik denk dat ik nog een keer tijd, maar ik wil er zeker zorgen dat je uitgelogd zit, want vorige week heb ik bijna al die computers één voor één moeten zitten uitmaken en dat was al 15, was dat 15 minuten werk, minstens voor een kwartier nog langer dan dat nodig was eigenlijk. Mocht ze uitzetten, absoluut, maar de vorige keer waren de, je kon dat niet uitzetten als je 2 keer ingelogd was. En we hebben dat vorige keer op de track. Student zaten en op student CK, of wat was het hier? Waren de meeste computers niet uitgezet voor de keer. Dus tot volgende week. Ja, volgende week. Ik ga sowieso speed een mail sturen met die Dropbox link. Dat ga ik ook wel doen. En als je dan nog een vraag hebt of iets waar je van denkt dat ze ook wel een vraag uitgelegd zien, dan probeer ik dat daarin te steken uiteraard. Ja, tot volgende week. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het?